Hey, Bruno en Philip. En de beelden van onze VJ Pleun Gemme. Ja, we dachten, zetten een klokje op, dan weet iedereen precies hoe laat we moeten beginnen. Nou, welkom hier in Club Worm en welkom ook de mensen thuis bij Hektok, aflevering nummer 19 alweer. Nou, ik neem aan dat de meeste mensen al eens eerder hebben gekeken, zo niet. Hoi, ik ben Chris van het Hof en Hektok is zeg maar mijn programma. En dat wordt betaald door de gemeente Rotterdam en steden netbeheer die ja, gewoon leuk vinden dat we hier over cybersecurity kletsen. En de inhoud wordt bepaald door DIVD, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dat is een onderzoeksinstituut van hackers die het hele internet scannen en melden als er dingen gefixt moeten worden, gratis en voor niets en vooral voor een hoop lol. Nou, u zult de DVD's ook wel herkennen aan de t-shirts die af en toe voorbij komen. En ja, die hebben dus met z'n allen het programma gemaakt. Nou, het thema van vandaag, ik wilde een thema bedenken, dat is gelekt. Nou ja, je leest dagelijks in de krant, alle nieuwsmedia, Facebook lek, dat lek, dit lek. En dan ligt de data op straat en oh jee, privacy, en dat gaat allemaal mis. Nou, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het vooral hebben over, ja, als je dergelijke lekken vindt, wat doe je daar nou mee? En stel dat die data op straat ligt, wat kun je daar nou eigenlijk mee? Dus eigenlijk veel meer vanuit het hackersperspectief en minder vanuit het privacyperspectief. Gewoon omdat we het leuk vinden. Dus we hebben een hele line-up van ja, vooral ook technische onderwerpen. Want naast jullie thuis te vermaken hier in de zaal, is dit programma sinds kort ook de les van de DVD Academy. Dus de jongeren die dit later terugkijken, goed opletten. Speciaal voor jullie hebben we het meest technische deel helemaal aan het einde gedaan. Daar krijgen we ook hackdemo's. Dus jullie moeten het hele programma uitkijken om daar in terecht te komen. Daar gaan we met Joris van der Vis gaan we dus SAP hacken. Hartstikke leuk. We vinden ook allerlei kwetsbaarheden via LDAP, wat openstaat met directories. Nou, we hebben ook een CISO aan tafel, die vertelt wat een Chief Information Security doet om te voorkomen dat er gelekt wordt. Bijvoorbeeld, ja, wat kun je met 06-nummers doen, ook dat soort grappen. We lanceren ons eigen Autonomous System, waarmee DVD dus een eigen reeks IP-adressen heeft. Maar we beginnen met het Warehouse Botnet, met deze twee heren hier aan tafel. Nou, Frank Bredijk hoef ik eigenlijk niet meer voor te stellen aan de vaste kijkers, want is er eigenlijk van begin af aan al bij, in eerste instantie als CISO bij Schubert Phillips, maar vooral nu als de CISO manager bij DIVD. Dus als er een onderzoek draait, dan kijkt Frank van nou, hè, alles wat we vinden, dat het netjes gemeld wordt, dat iedereen op de projecten zit. En ja, je bent eigenlijk ook de enige gast die eerder is geweest, want de rest van online zijn allemaal nieuwe mensen. Maar ja, je zit in zoveel onderzoeken, dus je moet er wel bij. Of je wil of niet. Dus tof dat je er weer bij bent, Frank. En je komt net vers uit Liel vandaan. Hè? Wat zijn er van de security congres? Ja, vorige week zat ik in Liel Forum Internet Security, Internationale Cyber Security. Mm-hmm. Dus daar heb ik mocht ik meelopen met de Nederlandse delegatie om daar wat contacten te leggen. Dus ook weer onze banden met de internationale community verbeterd. Onder andere het Belgische CERT. Dus ja, leuk. Dus komt binnenkort ook een BIVD. Belgium Institute for Vulnerability Disclosure of zoiets. Dat zou wel leuk zijn. Hey, en hiernaast mij Tom Wolters. Nou, kerstverse onderzoeker bij DIVD. Nou, in het dagelijks leven ben je hacker bij PuraSec. Je bent ook iOS developer. Ja, voor de mensen die het niet weten, er zijn maar heel weinig mensen die iOS begrijpen, waardoor er ook weinig mensen die het kunnen hacken. Dus dat is best wel een coole skill die je hebt. Je bent ook hier in Rotterdam opgeleid in bedrijfskunde. Nou ja, de hackers hebben de meest bijzondere achtergronden, dit ook. En je bent bezig met je OSCP, yes. Offensive Security Certified Pentester hoor je dan. Voor de insiders is best wel cool. Ook zo, oktober heb je je examen. Ja, inderdaad. En dan moet je achter, je krijgt een paar IP-adressen en dan is het gewoon try harder, net zolang dat je het gek hebt, toch? Ja, je hebt 24 uur lang een camera op je gericht en dan zeggen ze, hier heb je 5 machines. Succes ermee, je hebt 24 uur, die proppen wel in die ene dag dus. En doe je best, ga je gang, veel plezier. Oké. Mensen die het al gedaan hebben, als je tips hebt voor Tom, help hem ermee. En als je zelf je OCP wil gaan halen, kun je natuurlijk ook aan Tom vragen. Goed. Nou, mensen thuis, klets vooral lekker mee. Je kan op de chat op Vimeo, waar je nu zit te kijken, kun je van alles roepen. Dat zie ik hier dan, live. Dus dat is wel leuk. Of op Twitter, gebruik je de hashtag Hektok19. Tom,
Je bent er maar kort bij DVD, een paar maandjes, laat ik zo zeggen. En dat begon eigenlijk met, je was gewoon online aan het kijken, wat kan ik vinden? Toen vond je een grote database die in principe open stond. Ineens sterker, je kon gewoon kijken van wat staat daarin. En wat vond je? Ja, dus inderdaad even terug. Ik begon dus met het zoeken naar kwetsbaarheden. Ik vind het heel erg gaaf om bedrijven te helpen als er een kwetsbaarheid is, om dat te melden en om het op te lossen. Een van de manieren is dat je bijvoorbeeld naar Shodan kijkt, naar openstaande poorten. En denkt, hey, dit is een bekende poort voor een database, Elasticsearch. Even kijken of dat het geval is. Zo ook eerder meldingen gedaan bij bedrijven. En dan meld je dat. En dan denken ze, oh, super, gaaf, we sluiten de poort. Dit was niet de bedoeling. Dus dank je wel. Maar dit keer was het net even anders, inderdaad. Het was een ander soort organisatie, zeg maar. Het was een ander soort organisatie, inderdaad. Wel met inloggegevens. Mm-hmm. Heel veel, eerlijk gezegd. Echt tegen de 3 miljoen aan. Alleen was er geen bedrijf om het om te gaan melden. Nee. Dat is later het warehouse botnet gaan noemen. Wat is het en waarom heet het eigenlijk zo? Ja, goede vraag inderdaad. Ik kwam het tegen, de database, de tabelnamen, die hadden warehouse usernames, warehouse passwords. Dus voor iedere tabel stond het woord warehouse. Dus zo hebben we het omgedoopt tot warehouse botnet inderdaad. Ja. Maar het was dus een botnet dat via een bepaald stukje malware, een kwetsbaarheid in Android, als ik goed heb begrepen, dus gebruikersnaam, wachtwoord, wist af te vangen. Ja, wat het deed inderdaad was, je moet je voorstellen, een computer heeft een bepaald virus en dat virus kan bepaalde dingen doen. Maar wellicht stelt het een camera open, wellicht logt het je keystrokes. Maar in dit geval haalde het de wachtwoorden uit je Chrome browser bijvoorbeeld. Dus als je ergens inlogt en je hebt dan Chrome die zegt, oh, wil je je wachtwoord opslaan? Ja, natuurlijk, doe maar. Of Firefox die zegt, oh, wil je je wachtwoord opslaan? Doe maar. Oké. Nou, dit botnet die haalde dus uit die browsers aan de achterkant de inloggegevens daaruit. Dus ook allemaal natuurlijk clear text, gebruikersnamen, wachtwoorden. Eigenlijk kwam alles wel terug. Dus best wel gevoelige informatie. En wat denk je dan als je zoiets tegenkomt? Ik ga er een paar uitproberen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik dacht al snel, goh, dit is foute boel. Wat ik zei, normaal ga je dus op zoek naar een bedrijf om het te melden. Maar in dit geval dacht ik, hier valt niks te melden. Maar ik wil al deze mensen informeren. Ja. Hoe ga ik dat doen? Ik heb gekeken. 2,5 miljoen e-mails. Maar ik denk even één voor één. Het is namelijk, nee, het zal snel denk je. Too old. Ja. In de CC ook, dus dan. Ja. Nee, ik dacht, oké, ik kan een paar dingen doen. Ik had er even over nagedacht. Van, goh, ik wil een paar dingen doen. Naar het IP-adres gekeken, want het was een Nederlands IP-adres. In principe zijn de dingen waar ik op zocht, zijn al Nederlands IP-adressen. Dus het werd gehost in Nederland. Dus ik dacht, oké, ik wil graag dat in ieder geval die gegevens, dat die database offline gaat. Ja. Dit is niet de bedoeling, dus ik had een bericht gestuurd naar de desbetreffende hostingpartij. Van, joh, hier moet je naar kijken en dit zit gewoon niet goed in orde. Toen wil ik graag de mensen informeren. Ik heb wel gekeken op het e-mailadres en gecheckt in bijvoorbeeld Have I Been Pwned of het al bekende lekken waren. Het kan natuurlijk ook van, joh, maar misschien is deze data gewoon al bekend. Ja, want als die zo lang geleden gelekt is, hè, mensen thuis, haveibeenpwned.com, Scattered Secrets, dat is ook zo'n eentje. Dan kun je dus testen, dan vul je je e-mailadres in, is dat ergens ooit gelekt. Maar op die manier zag jij dus van, dit is vers, dit is nieuw. Ja, ik dacht, dit is vers, dit komt niet voor. Een stuk of 5 e-mailadressen, geen enkele stond in die betreffende diensten. Dus dan denk je al, oké, deze data is nieuw, niemand weet hiervan. Mensen willen dit waarschijnlijk wel weten, dus ze moeten gewaarschuwd worden. Ja. En zo dus contact gehad met Ricky van Scattered Secrets. Van, joh, ken je deze dataset en heb je interesse om om dit te importeren, zodat deze mensen eventueel geïnformeerd kunnen worden? Ja, dat was natuurlijk een supergoed idee, maar hij gaat niet al die mensen mailen. Hij zet het graag in zijn dienst. Maar dan nog worden mensen niet geïnformeerd, tenzij ze daar actief gaan zoeken natuurlijk. Van, joh, is mijn e-mailadres nu inmiddels bekend. Dus Have I Been Pwned heeft een iets groter bereik. Maar daar bleef de reactie nog even uit, zeg maar. Ja, want alleen de mensen die daar zelf naartoe gaan of een abonnement hebben, die merken dat. Maar ja, het gros niet natuurlijk. Nee inderdaad. En, dus dan moet je maar hopen dat. Nou ja, je hebt al het idee, oké, we gaan niet iedereen bereiken op deze manier. Dus ik had een soort checklist gemaakt. Mensen willen benaderen, de database moet offline. En misschien wil Team High Tech Crime hier nog meer van weten. Dus ik had Team High Tech Crime een berichtje gestuurd. Je stuurde een berichtje naar de politie. Ja. Team High Tech Crime. En het is leuk, je hebt een screenshot gegeven van hoe die
Oh, sorry, Pleun zit net te eten. Oh, jawel, oké. Okay. Ja. Hier zie je een lijstje met alle landen die erin stonden. Maar er was ook een chat met de politie. En als je die even erbij zet, dan zie je dus dat jij roept dan tegen de politie van, hé, ik heb wat. En toen, hoe reageerden ze toen? Niet eigenlijk. Nee. Dus. Pleun, wil je even de chat van de politie opzetten? Ja, een screenshotje hebben gemaakt. Nou ja, laat maar, komt zo wel. Nee, dus hier zien we dus alle landen. Die zagen we net voorbij komen. Op één Amerika zag ik. Ja. En in Nederland, hoeveel hadden we er in Nederland gelekt? In Nederland, ja, dus de getallen waar we nu naar kijken, dat was nog niet unified, nog niet uniek gemaakt. Dus het was gewoon even een volgorde van, goh, hoeveel e-mailadressen hebben we het hier over? Ja. En in Nederland ging het over rond de 118.000 e-mailadressen, geloof ik. 177.000 zie ik hier staan. Okay. Klopt dat? Je hebt het vast weer heel goed opgezocht. Oh ja. Ja. Dat is mijn werk. Ja. Ja. Nou, het viel op dat Nederland was niet eens de hoofdmoot qua slachtoffers waar ze vandaan kwamen. Maar desalniettemin natuurlijk wel ontzettend belangrijk om ook de mensen buiten Nederland dan te gaan informeren. Ja. Denk ja. Ja. Toen dacht je, ik moet 2,5 miljoen of in ieder geval 177.000 e-mails gaan versturen. En nou, de politie deed niks. Toen kwam je bij DIVD. Als ik het goed heb, via Lennart en Victor. En die zeiden toen van, nou, dat kunnen wij wel. En toen kwam het op jouw bordje te liggen natuurlijk, ja, Frank. Toen kwam je bij mij. Wat dacht jij? Hier heb ik zin in. Ja, ik denk, dit is weer eens wat anders. Ja. We hebben het vorige keer natuurlijk gehad over wat voor soort onderzoeken we doen. En deze hadden we nou, op deze manier nog niet eerder gedaan. We hadden wel een keer het Mirai-botnet langs gehad. Ja, daar zaten ook gebruikersnamen en wachtwoorden bij. Maar ja, dat waren categorie admin, change me. Info ad. Nee, echt gewoon dat soort wachtwoorden. Want het zijn allemaal wachtwoorden van apparaten. Dus niet mensen zelf. En dit was een hele gemixte set. Maar het kwam duidelijk uit mensen hun eigen browser vandaan. Dus ja, het was best wel een hele gevoelige set. En wat kunnen we daar nou mee? Ja. Nou, waar dus Have I Been Pwned, Scattered Secrets werken met opt-in. Dus je moet je aanmelden en dan krijg je een waarschuwing. Iedereen doen overigens. Als je wel de tijd hebt om dit programma te kijken en niet de tijd hebt om dat te doen, dan liggen je prioriteiten toch verkeerd. Ja, sterker nog, je kunt je hele domein ook opgeven. Hè? Ik heb bijvoorbeeld techtalk.nl ingezet. Dus al mijn e-mail, of hacktalk.nl, alle e-mail die vanaf dat domein verstuurd wordt, hè, dat checken zij dus, is dat ergens gelekt? En dan kunnen ze een heel domein checken, dat is handig. Maar ja, niet iedereen doet dat. Niet iedereen doet dat. Dus gelukkig, want ja, er stond niet echt bij van, dit hebben we van wie hebben we dit nou gestolen. Nee. Maar ja, je kunt er wel redelijk van uitgaan dat iets als iemand, chris@hacktalk.nl in zijn passwordfolder heeft staan, dat hij waarschijnlijk ook naar die e-mail kan kijken. Of misschien niet meer, maar dat is een beetje een gok. Dus wat we gedaan hebben, is een extract gemaakt. We hebben beide e-mailadressen, er stond gelukkig bij een uniek ID bij per, laat ik maar even zeggen, slachtoffer. Ja. Dus er stond bij van, nou, dit is een UUID, dit was één bulkje wat we gejat hebben en dit was een bulkje wat we gejat hebben. Die zijn we vervolgens gaan proberen te anonimiseren, want wachtwoorden mailen vinden we toch wel een heel slecht idee. En toen hebben we dus die 177.000 unieke e-mailadressen hebben we eruit getrokken. En daarbij van, ja, wat stond er in je passwordfold, wanneer is het gestolen, stond er ook bij, was handig. Uit welke browser is het gestolen, ook handig, stond er ook bij. Het was nog vrij recent, hè, dat ze gestolen waren. Het was allemaal redelijk vers, ja. En er stond ook nog bij welk IP-adres ze toen hadden toen het gestolen was. Nou, ik denk dat ik kan dat nog nakijken, maar dat gaat de gemiddelde. Ja, weet je bent met iedereen aan het mailen. We hebben een mail gemaakt, we hebben een casepagina gemaakt. En we zijn mensen gaan mailen van, joh, let op die en die datum heb je een probleem gehad. En dit is, je bent slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Jouw wachtwoorden zijn gestolen. Ja. Voor deze sites, deze gebruikersnaam met dit wachtwoord is gestolen toen. En op die en die manier. Maar even voor het beeld van de mensen thuis, hoe verstuur je 2,5 miljoen e-mails? Langzaam, want dan sta je gelijk op spamlijsten. Ja. Nee, je hebt bulk mailing tool, dus je doet in feite wat spammers doen. Een mail merge script draaien die
elke keer weer een uniek mailtje maakt per persoon. Elke mail hadden we ook een uniek referentienummer gegeven, zodat als iemand terugmeldde, dat we in ieder geval terug konden zoeken van, nou ja, waar is dat dan vandaan gekomen? Sommige mensen hadden 2 e-mailadressen in dezelfde kluis staan. Ja, misschien, nou ja, weet je, ik heb ook 20 e-mailadressen, maar het zou ook kunnen zijn dat het iemand is die een account van iemand anders in zijn wachtwoordkluis heeft staan, op wat voor manier dan ook. Ja, en dan ga je ze versturen. En dan staat hij, ik geloof dat de hele mailrun, ik ben 's morgens begonnen en volgens mij heb ik de volgende ochtend maar eens gecontroleerd, ben je klaar? En dat was hij. Ja. En dat alles was ergens dan in de nacht en toen waren alle mails eruit. Dus de outbox was leeg, maar dan de inbox. Want wat krijg je dan allemaal terug? Ja, dat is best wel een interessant sociologisch experiment, ja? kan ik je vertellen. Mensen die totale paniek raken. Ja. Mensen die... Hoe is jouw beleid met vloeken? Helemaal los. Bleep, you scammer. Ja. Mensen die jou voor de scammer aanzien. Mensen waarvan heel duidelijk het e-mailadres dus ook overgenomen is. Want die hadden dus hun logingegevens voor hun eigen e-mail ook in hun browser staan. En die je dus als dank dan maar even wat malware terugsturen. Ze waren al gehackt. En ze waren al gehackt van, en dan stuur je er een mailtje naartoe. En dan krijg je als dank krijg je een linkje naar een Dropbox waar dan weer malware in staat. Die heb je ook vriendelijk bedankt. Die hebben ook vriendelijk bedankt. Maar de mensen die vloeken op ons, die dachten dat wij, die het niet begrepen, die hebben we ook vriendelijk bedankt. Ja. We hebben letterlijk gezegd, dankjewel voor je feedback. Nee, we zijn niet sarcastisch. Bedank je echt voor je feedback, want kennelijk weten we dus de juiste toon niet te raken. En dat is best wel moeilijk, want je communiceert aan een heel breed publiek. Ik geloof dat één iemand was een stucadoor ergens in een van onze buurlanden. En nu? Ja. Weet je, als je muur te stuken hebt, dan weet ik wat ik moet doen. Maar mijn wachtwoorden zijn gestolen, wat moet ik doen? Nou, die geef je dan zoveel mogelijk algemeen advies. Stond ook al in de eerste e-mail, dus dat herhaal je nog een keer vriendelijk. Ja, verander je wachtwoord, gebruik een password manager, update je virusscanner. Gebruik verschillende wachtwoorden overal. Ja. Want wat je gewoon ziet is dat ze, weet je, het kan best zijn dat jouw Facebook wachtwoord gehackt is. Maar dat ze dat vervolgens gewoon gaan gebruiken op Twitter, op Instagram, op Amazon. Ze gebruiken het overal. Want ze gaan gewoon over alle wachtwoorden overal proberen. Want ja, de ervaring leert gewoon dat mensen van alles en nog wat gebruiken. Ja. En ook overal hetzelfde. Dus als er ergens een keer een probleem is, en in dit geval was je wachtwoordkluis. Nou, daarom moet je ook die password manager gebruiken en het niet in je browser stoppen. Ja. Maar... in dit geval waren ze uit de browser gelepeld. En echt problemen. Ja. Maar ook hele mooie, lieve reacties van iemand die... dankjewel voor je goede werk. Ik had het al, ik wist al, had al door dat ze het gestolen hadden. Ik had alles al gewijzigd, maar toch dankjewel dat iemand me hier nog voor waarschuwt. Ja. Tot en met een meneer die voor ons zou bidden en ons God ons alle goed zou laten wensen. Oh, nou, dus, dank u wel. En daarvoor bedankt. Ja. Het sentiment, ik heb welke deity je ook aanhangt, ik waardeer het sentiment. Nou, Arie Boomsma, als je kijkt. Dankjewel. Leuk. Nee, maar goed, dus heel veel mensen hebben een mailtje gekregen vanuit csuurt@dvd. Ik denk, wat de fuck is dat dan? Toen zijn we dus gaan kijken of we niet via anderen nog een keer konden gaan melden. Zodat het op een gegeven moment binnenkomt. Maar dan kun je dus niet zeggen van, hey, we hebben hier een hele database met gebruikersnaam wachtwoorden. Welke wil jij gaan doormelden? Dat kan natuurlijk niet, want dan lek je zelf. Dus wat heb je daarvoor bedacht? Ik ben in mijn dagelijks leven ook CISO. Als mijn bedrijf daartussen zou staan, dan zou ik dit ook wel willen weten. Ja. Dus je hebt de kant van de gebruiker die je wil waarschuwen en de kant van de site. En de website, de meest gebruikte sites hier waren ook de meest gebruikte. Weet je, het las gewoon als de Alexa top 500. Oké, okay, dus het meest voorkomende, weet je, Google, Facebook, noem het maar op. Dat stond gewoon stip op 1. Ja. Dan privacy. Kijk, als ik mensen hun eigen mail terugkrijg, kan je ook nog wat privacyklachten over zijn. Van waarom stuur je mij mijn wachtwoorden? Is dat niet tegen mijn privacy? Ja, ze zijn gelekt. Dus je hebt al iemand anders heeft ze ook al en ik heb ze ook. En wij hebben ze wel heel erg afgeschermd. Want we hebben de onderzoekersgroep ook bewust klein gehouden op dit onderzoek.
dan ga je niet, ja, weet je, ik vind het ook weer niet kies om dan maar die hele bak data over de schutting te gooien. Dus dan moet je gaan zoeken. En nou, laten we dachten van, oké, we gaan het klein, laten we klein beginnen, laten we gaan experimenteren. Ja, hoe doe je dat dan? Dus ik heb alle domeinnamen heb ik eruit getrokken. Nou, dat was ook een lijst van volgens mij nog iets van 30.000, 40.000 domeinen. Het was in ieder geval een behoorlijk lange lijst. Maar dan heb je in ieder geval per domein gewoon een aantal gebruikers. En dan hebben we dus per domein hebben gezegd zoveel wachtwoorden gevonden. Ja. Nou, dan kon je hem ook netjes sorteren. Ik geloof dat we daarna een selectie gemaakt hebben. Dat we alle sites waarvan het meer dan 100 accounts waren of zo. Dat we daarmee aan de slag gegaan zijn. Hmm. Ja, en dan ga je dat opsturen. En dan het compromis waar we uiteindelijk met veel vijven en zessen en mensen consulteren. Dankjewel Lans. Onder andere. Van ja, hoe kan ik hier nu ethisch mee omgaan? En dat was de weg. We sturen die lijst uit en we sturen dat bijvoorbeeld naar... Nou ja, Attentie-SC, we hebben aangeklopt bij andere instanties. Sommige instanties vonden het te spannend. Hadden zoiets van, nou, die durven het niet mee te doen. Anderen die zeiden van, nou, kom maar op. En we hebben gezegd van, nou, weet je, ik ga je niet alles sturen. Maar als je mij nu vertelt welke domeinen jij goed contact mee hebt, dan maak ik een subsetje van die domeinen en dan de gebruikersnamen en het eerste en het laatste letter van het wachtwoord met sterretjes daartussen. En de datum wanneer die gevonden is. Dan kun je zelf kijken van, nou, heeft die gebruiker zijn wachtwoord al vervangen. Want ja, weet je, als het wachtwoord gelekt is, maar in de tussentijd is het al drie keer veranderd. Ja, dan hoef je ook niet meer je gebruikers niet meer lastig te vallen. Ja. En dat ging bij de meeste partijen heel erg goed. Die wilden daar wel aan meewerken. Ja. Nou ja, dit is misschien wel leuk voor jou om te vertellen. Ik heb zelf ook nog een klein hapje eruit genomen. Ik zit hier in Rotterdam met Ferm, hè? Dat is een programma voor cybersecurity in de haven. En die heb ik allemaal leden en zo. Dus ik vroeg de directeur van Ferm, Evelien Bras, van, goh, kan jij daar iets mee? En die pikte dus 20 bedrijven eruit. Nou ja, 20 is nog wel te doen. En zij kent daar ook de CISO's en de ISO's en de IT-managers. Dus die is gewoon gaan bellen. Dus die belde gewoon van, hey, hallo, ja, meneer. Nou, van die gebruikers zijn de wachtwoorden gelekt. En je vraagt of die kan aanpassen. Ja. Echt, zo klein kan het op een gegeven moment zijn. Hè. Ja. Vanuit maar daar zaten best belangrijke bedrijven bij. Dat je uit zo'n grote lijst toch getarget dingen eruit kan pakken. Nou, even terug naar jou, Tom. Dan gooi je dat over de schutting bij ons en dan gebeurt er dit. Wat vond je ervan? Ja, het is heel bizar, eerlijk gezegd. Ook als je doet best vaak meldingen. De ene hebben veel impact en de andere gaan stilletjes voorbij. En het is heel bizar om te zien dat het zo wat tastbaar wordt. Dat je zit op een avond zit je te kijken wat er op het stout internet gebeurt. En wat je daar eventueel nog aan kan verbeteren. En dat je dan hoort dat er dus letterlijk mensen de telefoon oppakken vervolgens. Om met jouw melding die je toen gedaan had aan de slag te gaan. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En ik weet nog dat ik ook aan het werk was. En dat uiteindelijk het bedrijf waar ik voor werk is aangesloten bij Cyberveilig Nederland. En dat mijn baas toen bij me kwam van, joh, we hebben hier wat domeinen gekregen. Kun jij kijken of dat klanten van ons zijn? Ik dacht, nou, zo is het cirkel wel weer rond. Die lijst ken ik. Ja, die lijst ken ik, ja. Ging je eerst meteen kijken of die zelf niet bij zat? Of, Nee. Nou, we hebben een paar e-mailadressen van je gevonden. Ja. Ja, zo voelt dat dan, hè? Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Maar vond je het niet ook een beetje spannend? Want ja, volgens de letter van de wet zou je kunnen zeggen, het is een vorm van heling, ook al verdien je er niks aan, maar of AVG technisch. Maar uiteindelijk, hè, en dat is ook een beetje hoe we vanuit DVD denken, is het een vorm van slachtoffernotificatie. Ja. Je helpt erger voorkomen. Ja, het spannendste gedeelte was het zeker, en daarom wilde ik ook gelijk de berichten sturen naar de hosting provider en toch de politie. Ja. Want in principe zijn die twee instanties dan ook het belangrijkste om mee te... Ja, om ervan uit te gaan dat je de goede bedoelingen hebt. Ja. Als je dat niet doet en je gaat alleen lekker aan de slag met mensen mailen en je laat de officiële instanties lekker gaan, dan kan je inderdaad later denk ik wel een goed verhaal terugkrijgen van, joh, dat had je anders moeten aanpakken. Ja, ook een soort, hè, dat als je politie meteen belt, dan heb je in ieder geval, we zien hier de chat trouwens, dat is wel weer grappig. Er zit nogal wat tijdsprongen tussen. Ja, je ziet hier inderdaad, de melding was dus op 20 mei. In de ochtend nog eens van, joh, hoe is het? En op 20 juni kreeg ik toch wel bericht. Ja.
En oh ja, dat kwam de uitdaging. Oh ja, ik zag het. Ja, dankjewel. Overigens, Tom, in de tussentijd hebben wij ook wel even, omdat we dachten van ja, misschien zijn ze wel onderzoek aan doen naar dit, naar dit verhaal. Hebben wij ook even de achterdeurtjes bij Team Hightech Crime gecheckt van hey. Ja. Ja, het zou niet handig zijn als ze bezig zijn zeg maar, met boeven vangen. Ja. En wij vervolgens even zeggen van, by the way, je server was lek, want we hebben al je slachtoffers. Want geheid dat ja, ze ergens in de mailbox aan het meelezen waren naar wat wij gevonden hebben. En dan zouden we dat onderzoek dwarsbomen. Dus we hadden tussendoor wel even gecheckt van, hey, zijn we niet een onderzoek aan het Ja, dat was een verstandige stap ook. Ja. Of dat zo was, dat zijn we natuurlijk nooit te weten gekomen. Of er al een onderzoek liep, maar waarschijnlijk niet. Als ze zo laat waren met de regio op jou. Dan geen bezwaar, bezwaar om door te gaan. Nee, oké. Goed. Nog even over de tips die mensen dan krijgen. Het thema is gelekt. Dit kan je ook overkomen. Wachtwoorden worden overal gelekt. We zeiden al, je virusscanner updaten, overal verschillende wachtwoorden gebruiken. En dan zeg je, gebruik een paswoordmanager. En dan hoor je altijd van, oh, wat is dan een goeie? In de mail stond hier van een heel lijstje. OnePassword, Dashlane, RoboPass, KeePass, LastPass. MacPass is eigenlijk ook een vorm van KeePass, maar dan op je Mac. Hè? Waarom die en andere niet? Ik heb letterlijk gegoogeld naar de top, naar een lijstje wat de top 10 had. Oké. Ik wilde er niet één noemen. Nee, dat is ook maar, zo. Maar geen uitgebreid onderzoek gedaan. Anders dan wel gekeken of het producten met enige reputatie waren. Ja, oké. Okay. En open source en dat... Sommige zijn open source, sommige zijn closed source. Ja. Maar ik vind dat ieder zijn eigen overweging... Of hij dat product wel of niet. Weet je, daar zijn wij. We zijn niet de afdeling Password Manager Recommendation, zeg maar. Nee, inderdaad. Maar dat moeten mensen zelf doen. Maar nogmaals, doe dat. Want mensen zeggen, dat kan ik zelf wel. Ja, wie bedenkt nou 80 verschillende hele moeilijke wachtwoorden? En dan zit er vaak een soort sommetje achter. Dat als je dat raadt, dan kun je andere wachtwoorden ook weer raden. Dat soort grappen. Doe dat gewoon. Maar zijn ze vaak ook al te lui voor. Want het is echt gewoon het wachtwoord pakken. Nou ja, of gewoon een wachtwoord wat wel vreselijk ingewikkeld is. Alleen wat iemand dus elke keer overal gebruikt. Ja. Dus als... Weet je, als ik ergens een paar schoenen bestel of een t-shirt koop of whatever en ze vragen me weer te registreren, ik heb niet heel veel vertrouwen dat iemand die hele mooie t-shirts bouwt ook mijn wachtwoord veilig kan houden. Ja. Dus ik heb liever dat als ze dat wachtwoord daar stelen, dat de enige webshop, het enige wat me kan gebeuren is dat iemand heel veel t-shirts op mijn naam bestelt. Ja, dat heb ik gedaan. ik vroeg al waar die afschrijving van was. Nee, maar in plaats van dat ik ook een probleem heb met mijn bank en allerlei telefoonproviders, weet ik veel wat. Ja. Hey Tom, het verhaal is nog niet helemaal klaar. Hè? Want toen je bij ons kwam, zeiden we, Tom, dankjewel, we gaan ermee aan de slag. Maar dan ben je ook meteen onderzoeker bij DVD. Ja, het is net een soort motorbende, weet je. Als je ermee te maken hebt, word je meteen lid gemaakt. Je hebt nog geen t-shirt, dat moet ik nog even regelen. Je moet hier property of boven zijn. Ja, don't buy. Maar goed, je gaat meer dit soort onderzoeken doen. Je bent gewoon pentester. Het was inderdaad een leuk verhaal. Ik sprak dus met Lennart en Lennart stuurde een stuk waarin hij ook duizenden mensen geïnformeerd had. Ik dacht, dat lijkt erop. Dus kunnen jullie dit dan niet ook doen en overnemen? Toen zeiden, we willen dat wel, maar als we dat gaan doen, dan moet je gewoon lekker binnenkomen en dat lekker zelf gaan doen. Ja. En zo ben ik binnengekomen. En inderdaad met de belofte van, nu proberen we eerst de OCP af te ronden, maar als dat afgerond is, dan... En op de achtergrond, eerlijk gezegd, dan doe ik ook met één of twee cases waar we ook nog vast veel over te horen krijgen in de toekomst ook wel mee. Ja. Maar heel actief, dat komt zeker weten. Oké. Nou ja, het verhaal bij jou is zeker nog niet klaar. Je zit een beetje in alle onderzoeken. Ik wil toch even eentje kort uitlichten. Fembu. Vorige keer was Wietse Boonstreger die de Zero Days had gevonden in Kaseya. Hij had ook Zero Days gevonden in Fembu. Dat is een soort backup software is dat. En dat was al in november. Die partij reageerde niet. Toen zijn we gaan scannen. Dat is toch al een hoop mensen kwetsbaar. En dan hebben we dus voor het eerst een full disclosure gedaan, zoals dat heet. Je hebt coordinated vulnerability disclosure. Dus dat je in samenspraak met de eigenaar en andere mensen zegt van dan gaan we onthullen wat er lek is. Liefst nadat het al gepatcht is. In dit geval schoot het allemaal niet op. En hebben we gezegd ongeveer een maand geleden of zoiets. Nu gaan we het gewoon publiceren. Dat is best wel spannend. Hoe is dat gegaan? Even één ding corrigeren. De full disclosure is gekomen omdat het
stiekem in één toch bleek het op te schieten. Dus in één hadden we nog maar 3 systemen op het internet staan waar deze kwetsbaarheid in zat. Ja, en dan is het gewoon tijd om ook de volledige technische details bekend te maken. Ja. En heeft dat nog gedonder opgeleverd? Nee, helemaal. Er waren wel wat mensen die heel nieuwsgierig van, hey, je gaat een disclosure doen. Wat is dat dan? Wat hadden hem aangekondigd? Ja. Van, joh, als jij een van die 3 bent, dan zul je nu echt wat moeten doen. En, wat hebben jullie nu weer gevonden? Hebben jullie nog een kassé gevonden? Want ja, het was vrij kort. Wordt het weer zo groot? Ja. Dus toen konden we geruststellen van, let op, het is niet een nieuw product, dit is de details van wat we bekendgemaakt hebben. En dat is goed ontvangen, als in, ik heb een paar mensen gehoord van, top dat jullie ook wel nu de details bekend willen maken. Maar ja, kijk, we zijn er uiteindelijk om het internet veiliger te maken. Dus de details vrijgeven, we hebben op dit moment heeft de wereld last van oh my god. En ja. Dat is een voorbeeld van hoe spannend de wereld kan worden als je wel gelijk de details vrijgeeft. Ja, oké, er komt nog een hoop shit aan. Ja. Goed, Frank, jij blijft nog even staan, want hierna gaan we het met Casper Kuiper hebben over ons eigen autonomous system, dat de DVD een eigen reeks IP-adressen heeft. Tom, als je weer nieuw onderzoek gaat doen naar je OSCP, wat zou je ideale soort onderzoek zijn? Nou, ook zo'n zero-D vinden of juist datalekken? Ik vind de zero-D-kant erg gaaf, want dicht bij het werk, bij mijn eigen werk, dat je op zoek gaat naar problemen in software van andere mensen, in websites of in applicaties. Dus zero-D-onderzoek, dat is wel heel erg leuk. Ja. Okay. Nou ja, voor nu, ik kan even lekker zitten. Neem nog een club maten. De band gaat weer even spelen. En dan zijn we zo weer terug. Applaus voor Tom Wolters. Bruno Philip. Mooi, ja, ik doe me iets lekker technisch, want nu krijgen we een lekker technisch onderwerp. AS50559, daar gaan we het nu over hebben. Als je denkt, wat zegt die meneer nou? Over 10 minuten weet je wat dat is. Een autonomous system, waarmee DVD dus een reeks eigen IP-adres hebben. Daarvoor hier aan tafel Casper Kuiper. Hallo. Security specialist bij Linprofs, maar vanuit daar ben je gedetacheerd naar onder andere Dictu, Philips en dat soort dingen. Ja. Maar bij DVD ben je dus infrastructure engineer, zoals we dat noemen. Ja.
Jij werkt gewoon met grote serverrekken en draden en zorgt dat dat ja, echt de harde infrastructuur draait. Vandaag ben je geloof ik ook gaan slepen geweest met draden en dozen, toch? Nou, dat was aanvankelijk de bedoeling, maar laat ik zo zeggen, we krijgen ook een hoop ondersteuning vanuit Schuberg, vanuit Frank en een aantal andere collega's daar. En die hebben toegang tot het datacenter, dus die zijn voornamelijk denk ik aan het slepen, hè, met karretjes en dingetjes. En ik probeer voornamelijk aan de bovenkant een beetje overzicht te houden op de architectuur. Hoe het eruit moet komen te zien, hoe het beste gaat werken, hoe we het veilig kunnen maken. Daar hou ik me vooral mee bezig. Wat voor de mensen thuis? Een autonomous system, wat is het? Ja, een autonomous system. Zonder heel diep op in te gaan. Het is dat mag best wel hoor. Het is ons eigen stukje op het internet. Daar kunnen meerdere subnets aan toegewezen zijn of onderhangen. In ons geval hebben we een eigen /24 subnet. Dus we hebben 256 IP-adressen tot onze beschikking. Om en nabij, hè, dan vallen er wat af. En nummer 1 en nummer 255 gebruik je niet, geloof ik, begrepen. Nee. Nou, in dit geval 1 gaan we wel gebruiken waarschijnlijk, maar ook weer zonder al te technisch te worden. Maar we hebben een hoop IP's tot onze beschikking. En de reden dat we dus het eigen AS ook gaan inzetten in dit geval, daar wou je het nog verder over hebben, denk ik. Mm-hmm. Ja. Nou, in ieder geval, het eigen AS, de reden waarom we ook een eigen AS hebben, is dat we ook een stukje zelfstandigheid hebben. Dus dat we zelf kunnen bepalen waar dat AS geplaatst kan worden, via welke ISP's. We hoeven niet iemand om toestemming te vragen om daar bepaalde dingen mee te gaan doen. Ook omdat wij zaken toch iets anders aanpakken dan andere partijen die scannen. En onze eigen invulling daaraan geven. Dus daarom is daarvoor gekozen. Ja, zoals ik het zelf meestal uitleg, internet is een netwerk van netwerken. Ja. En ieder netwerk heeft een eigen nummer. Er zijn inmiddels 100.000 ongeveer. En bijvoorbeeld, één telecomprovider kan gewoon 1 AS zijn. Dat is een hele grote, soms is het kleintje. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat heeft ook zijn eigen ding. En dan daarbinnen heb je dus een reeks IP-adressen. Wij zijn dan 194.5.73.1 tot en met 194.5.73.255. Dat klopt, hè? Ja. Dat is een soort nummerbord, hè? Dus als je dan gescand wordt en je ziet dat het daar vandaan komt, nou, dan kan je denken van, dat zijn de good guys. Dus we zetten hem op de whitelist, hè? Dat mag. Of je denkt, daar heb ik helemaal geen trek in, dan zet je ons op de blacklist. Ja, dan ben je niet zo slim bezig. Maar goed, dan moet je het allemaal lekker zelf weten. Maar een ander punt wat je eraan toevoegde was, dan heb je meer beheer over je eigen systeem. Want wat we nu doen, hè, dat als we het hele internet scannen, die 4,2 miljard IP-adressen, dan hebben we ergens een Azure-ding of bij de universiteit hebben we nogal een bak staan en die doen we dan via een proxy het internet op. Nou, die wordt meteen geblacklist, want dan denk je, we worden gehackt. Een eigen ding is wel zo lekker. Dat is de hoofdreden, toch? Ja, in feite wel. Veel verder dan dit kun je niet gaan. Zeg maar, als je je eigen systeem in beheer wil nemen, als het gaat om je eigen stukje afgebaar. Zie het als een eigen kavel met een eigen huis kopen op het internet, zeg maar. En dit is helemaal van jou en niemand pakt je dat zomaar af. Tenzij je misschien hele nare dingen gaat doen of zo. Dan is er misschien iemand die in kan grijpen. Maar dat is wel een van de redenen, ja. Ja, nou, en ik zie nog een derde reden. Dat is dat als je zo'n eigen stukje internet hebt, dan leer je ook meer hoe het werkt. Dus zeker voor de Academy mensen. Ja. Bijvoorbeeld Border Gateway Protocol. Nou, de meeste mensen waarschijnlijk niet van gehoord, maar ieder netwerk moet weer weten welke IP-adressen bij een ander netwerk zitten. Hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld, Facebook zit hierin en Google zit daarin. En Google is geloof ik 8.8.8.8 of zoiets. En als ze dan iets van de een naar de ander gaan, moeten we wel weten van waar dat staat. Dus al die autonomous netwerken die zeggen tegen elkaar van, ik heb die IP-rings, ik heb die. Als dat misgaat, gaat het hele internet plat. Hè. We hadden hier ook de avond, daar was je ook bij, het einde van het internet. Als je Border Gateway Protocol weet te verkloten, dan gaat het hele internet plat. Ja. Is soms wel eens gebeurd. Omgekeerd kunnen wij dan zeggen, dit is ons stukje internet. Nou, worden wij aangevallen, ja, dan gaat dat stukje tijdelijk uit. Ja. Maar dan hebben we ook minder schade aan de rest van de wereld, zou ik maar zeggen. Ja, en daar kun je dus ook nog heel veel aan doen om je daartegen te beschermen. En een aantal van die dingen zijn publiceren vooral niet te veel services op dat soort ranges.
Dus dat is ook voor ons een uitgangspunt. We gaan, het is niet het idee in ieder geval dat wij daar allemaal mooie websites op gaan hosten op die IP-range en weet ik veel, filmpjes en dat soort dingen. Het is echt bedoeld voor scanning. Ja. Ja, want anders krijg je natuurlijk een partij wordt gescand en die denkt van, nee, daar hebben we helemaal geen zin in, maar dan hebben ze wel het IP-adres en dan gaan ze ons DDoS'en en ligt de website uit de lucht. Dat. Ja, dus daar, met dat soort scenario's houden we ook actief rekening. Ja. Daar wordt rekening mee gehouden en daar worden ook maatregelen tegen genomen. En we hebben daarnaast ook onze sponsoren die ons daarbij helpen. Ik ben niet routing-goeroe wat dat betreft. Ik heb wel wat verstand van netwerken en routing, maar we hebben ook andere mensen die ons helpen die daar nog veel meer kennis over hebben. Ja. Om hem even te noemen, Erik Baes van A2B Internet. Hè, want we hadden toen dat idee bedacht. Matthijs Koot kwam er geloof ik mee. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, Erik die zit bij A2B Internet, doet dat dagelijks. Dus die zei, nou weet je wat, jullie hoeven alleen maar het abonnement bij Ripe NCC, dat is dan de club die nummers uitgeeft, te betalen. En dan, nou, de rest van de administratie deed hij dan. En natuurlijk Sjoerd Villis, want jullie hebben een eigen datacenter. Atom 86 heet dat geloof ik. Atom 86 is het merk waaronder we dit soort dingen verkopen, internet toegang. Ja. Ja. Ik ben een keer geweest daar, het is nog erger dan een bankgebouw. Je moet echt door een sluis en het is allemaal beveiliging. Maar ja, het is natuurlijk best wel gevoelige spullen staan daar. Maar daar heeft DVD dus voor jullie een plekje gekregen en daar is het letterlijk gewoon een server in een rek gedouwd, om het zo maar te zeggen. Ik hoorde net van Casper dat ik maandag nog moet tillen, dat we het rek ernaast moeten. Dus mijn collega die gaat me waarschijnlijk wel even, jij hebt dit op onze hals gehaald, dus ga hem tillen. Ja. Ja, je ziet hier ondertussen de wolkjes, maar dit is dus de server. Hè? We hebben een DVD-stickertje erop geplakt, dus als de Russen komen weten ze precies welke ze eruit moeten trekken. De onderste twee. Ja. Maar wat is dit nou? Even in. Wat staat hier nou? Is dat een ding wat gewoon verkeerd doorstuurt? Of? Het onderste is de Juniper. Dus dat is een router/firewall. Die doet dat Border Gateway protocol wat je net zegt. Dus die staat aan de wereld te vertellen van als je verkeer hebt voor. Ik moet nog even studeren op die IP-adressen, maar 195.573.1 tot en met 255. Ja. Als je daar verkeer voor hebt, moet je bij mij wezen. Ja. Dan moet je bij 50.559 wezen. Of moet je bij 50.559 wezen, dan ben ik dat. En daarbovenin staat een server. En dat is een oude server uit een infrastructuur van een van onze klanten. Die lief gedoneerd heeft aan het goede doel en klaarstaat. Dat was dan van een bank of zo, of een of ander heel belangrijk bedrijf. Ja. Maar die trek je dan leeg en dan heb je gewoon hardware. Die is gewist en dat is een redelijk servertje. Hij is redelijk beefy. Ja. Ja, op AWS of Azure zou je aardig wat geld betalen voor. Wat zou je er normaal voor betalen met zo'n ding? Nou, ik denk... met aantal het geheugen wat er alleen al in zit, ik denk dat. Ja, wat dik, zou. Dik 150 gig was het, geloof ik, geheugen? Meer? Ja. Nog veel meer dan dat. Dat was een hele grote. Ik denk dat je op AWS of Azure betaal je er echt een paar duizend euro per maand voor, denk ik. Ja. Als je dat 24 uur per dag laat draaien. Dus we zijn wel blij en dit is ook een goede manier om op te gaan starten. Gewoon met tweedehands hardware. Het idee is eigenlijk. Dit wordt sowieso nog verder uitgebouwd. We gaan hier maandag inderdaad weer verder aanbouwen. We hebben aardig wat getest, Frank en ik ook, de laatste tijd. Het idee is om dit gewoon als concept neer te zetten. Ja. Dus het heel makkelijk te maken als deze server doodgaat. Er komt rook uit, we klikken op een knopje, nieuwe server erin en we kunnen weer door. Ja. Ja, dus ja. En we hadden er al een keer bijna rook uit. Wat gebeurde er dan? Er zat een kortsluitingje in of zo, een draadje in een loop gezet. Nee, het virtuele rook. Maar Casper die kwam van, ik heb het voor elkaar, kun je even testen? Ja. Nou, en toen heb ik toch even bij degene die bij ons de datacenter 24/7 bemand, dus heb ik toch een telefoontje moeten doen van, kun je naar dat en dat rek lopen en onderste twee apparaten even uitzetten en dan na een halve minuut weer aan, want we konden er niet meer bij. Ik had net alles online. Er was nog geen 5 minuten of Frank die had het alweer gesloopt. Dus dat. Maar goed. Zij zouden de gozer van DVD weer zeker. Nee, dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Super dank Sjoerd Villis dat ze ons erin steunen. Maar jij doet dit ook als vrijwilliger natuurlijk. En dit is echt gewoon hardcore technisch werk. Wat je in je dagelijks leven ook doet. Waarom doe je dit? Wat is hier leuk aan om dit als vrijwilliger te doen? Nou, je gaf net aan het begin ook al aan, hè, dat ik binnengekomen ben als infrastructure engineer.
Ik zag vrij snel al een hoop van dit soort dingen liggen. Ik dacht, nou, dat is ook gewoon leuk. Sowieso, toen ons eerste gesprek werd ook al vrij snel duidelijk dat er gewoon meer behoefte was aan operationeel personeel. En wat voor mij zowel in mijn dagtaak als hier bij de DIVD eigenlijk in de kern staat, is dat de hackers hier, die beveiligen de wereld, die beveiligen Nederland, die doen daar hun best voor en ik beveilig die hackers weer. Ja. Dus ik probeer een beetje een poortwachter te zijn en dat doe ik in alles wat ik ontwerp, wat ik de systemen probeer zo veilig mogelijk te houden, maar ook denk aan dingen als zero trust en auditing en logging en dat soort dingen, zodat we ook transparant kunnen zijn in onze onderzoeken. Dat vind ik gewoon heel belangrijk en ik denk dat we daarmee van de DVD gewoon een nog professionelere, nog mooiere organisatie kunnen maken. Ja. Nee, dank daarvoor natuurlijk. Maar is het niet ook zo dat je bij een club als ons, dat je ja, ook weer iets meer vrijheden kan permitteren, iets meer risico nemen dan wanneer je bij een klant zit? Of? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het is niet regelmatig dat je even een BGP-config eruit kan gooien op vrijdag en dan gewoon op hektal kan staan. Ja. Hoe cool is dat? Maar het is voor jou ook natuurlijk, bij Schubert Philips werken we voor hele belangrijke grote klanten, 100% uptime. Maar nu heb je gewoon toch een beetje een speeltuintje binnen het datacenter, ja, of niet? Dit is altijd, kijk, ik ben op mijn werk ben ik niet meer de techneut die ik was toen ik begon. Ja. Sterker nog, ik werk steeds meer met mensen en steeds minder met computers. En DIVD kan ik mijn hacker-ei nog steeds een beetje kwijt. Zonder dat ik op mijn vingers getikt word van wat ben je nou eraan doen. Ja, goed. Je zei net al van, juist bij hackers is het belangrijk dat de organisatie zelf ook beveiligd wordt. Daarover gaan we praten met de volgende gast. Fleur van Leusden, onze eigen CISO. Maar de CISO van Schubert Philips en de CISO manager van DVD. Ik wil even hartelijk bedanken dat je er weer bij was. Frank Breedijk. Goed. Mensen, ja, gooi jullie reacties op Twitter en op de chat bij Vimeo. Ja, ik zie eigenlijk nog helemaal niks op de chat, dus iedereen die wat wil roepen, doe dat vooral. Het wachtwoord wel goed gelekt. Ja, het wachtwoord is gelekt. Oh ja, met hoofdletters, ja, dat moest ik er even bij zeggen. Ja, ik denk, stuur ze me even allemaal een mailtje. Ja, goed, Bruno Philip, gaan we even een potje spelen.
Ik kan ze gewoon vragen wat ik wil, van speel dit of dat. En dan zegt even, ik doe me vet funk. Dus ik weet helemaal niet of je daarvan houdt, maar ik vind het zelf wel leuk. Het begint ook met een F, toch? Ja, inderdaad, nogal. Fleur van Leusden, nou, super tof dat je erbij bent. Niet alleen, maar met z'n drietjes. Ja, er zitten er twee in. Hè? Ja, yay. Twee mini-hackers. Ja. Hackers krijgen ook kinderen. Ja, en bij de hack-event zie je ook inderdaad steeds meer kinderen erbij. Dat is wel heel leuk. En nou, ik heb al een grote t-shirt voor je meegenomen. Ja, deze wordt een beetje krap inmiddels. Ja, ja. Ja, want over een paar weken sta je bij de One Conference ook natuurlijk. Ja, en dan trek ik die andere aan, denk ik. Ja, dan gaat deze het niet meer redden. Nee, Kijk eens aan, hartstikke leuk. Goed, de CISO van DIVD, oftewel de Chief Information Security Officer. Dagelijks leven ben je dat ook bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Je bent van oorsprong criminologe, je hebt ook bij de politie gewerkt. Nou, dat komt heel erg van pas als je bij de DVD zit. Wij moeten ervoor zorgen dat we net niet crimineel zijn. En jij voelt dat aan natuurlijk als criminologe. Je hebt overal gewerkt, Capgemini, Onderzoeksraad voor de Veiligheid, NFI, Nederlands Forensisch Instituut. En op Twitter bekend als Queen Fennec, dat is een vosje. Dus ik zet tegen Pleun, zet maar veel vosjes op. Dat is Wireshark, ja. Ja, vindt Fleur vast wel leuk. Wat is dit, Wireshark? Nee, ja, Wireshark is een packet sniffer, dus daar kan je dataverkeer mee analyseren. Hm. Leuk, met een vosje. Ja. Hey, en even voor de mensen thuis, maar ook de jongeren van de academie. Een CISO, een Chief Information Security Officer, wat doet die? Ja, eigenlijk best wel veel. Je houdt een beetje zicht op het informatiebeveiligingsbeleid wat een organisatie heeft. Je probeert interne audits te doen, te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Ook leveranciers, onder andere, niet alleen je eigen organisatie. Ja, daar ben je van afhankelijk natuurlijk. Ja, dus dan kijk je bij verwerkersovereenkomsten, dat heb ik eigenlijk met gasten afgesproken. Ja, precies. Dan geef je ook wat advies over. En je kijkt naar dingen als goede logging en monitoring. Je geeft advies. Ja, eigenlijk heel breed. Ja. En die C, dat staat ook voor chief. En daar zit ook een soort normatieve waarde in. Hè? Want je hebt natuurlijk de CFO, de chief financial officer, de chief executive. Dat je dan eigenlijk op board level mee kan praten, omdat security gewoon heel belangrijk is. Ja, het wisselt wel hoor. In sommige organisaties valt een CISO ook onder een andere C, namelijk vaak onder een CIO, Chief Information Officer. Dat is bij de ACM bijvoorbeeld zo. Maar bij DIVD zit ik redelijk dicht bij jou, hè? Ja, bij het bestuur. Ja. Ja. Nee, daar bij de bestuursvergadering zit ze er ook altijd bij. Omdat natuurlijk security voor een onderzoeksinstituut dat zelf onderzoek doet naar security. Ja, we willen natuurlijk niet dat wij ineens in de krant komen van alle persoonsgegevens van de medewerkers. Chris heeft de adressen gelekt omdat hij t-shirts verstuurde. Weet je, zoiets, dat willen we natuurlijk niet in de krant. Ja, dus daar let jij dan op. Maar ook, maar dat zijn onze eigen gegevens, maar ook de gegevens die wij natuurlijk verzamelen als we scans doen of als we leaked credentials hebben, zoals we het vandaag over hebben. Dat moeten wij dan nog steeds goed beveiligen. Kijk, dat het iemand anders het gelekt heeft en dat het ergens anders staat, dat is één ding. Maar wij willen natuurlijk niet dat het via ons nog verder wordt verspreid. Ja. Dus wij willen onze eigen onderzoeksdata ook natuurlijk goed beveiligen. En zoals bij Fembu, waar we het net over hadden, als we zelf zero days vinden, dan moeten we daar ook verantwoord mee omgaan en zorgen dat die niet lekken voordat wij daar... Want een van je finest moments was, vorige keer hadden we het over Kaseya. Daar hadden we dus zero days die op de zwarte markt maar liefst $1,5 miljoen waard waren. De hele wereld werd gehackt. En ja, toen ontstonden er dus eigenlijk ook twee problemen bij ons. A, is die zero day niet gelekt vanuit ons naar de buitenwereld? Ja. En B, Revol, dat zijn geen aardige jongens, we zijn inmiddels zelf een target. Dus toen Frank en Lennart en Victor en Wietse van vrijdag op zaterdag doorgingen om de hele wereld te scannen en te melden, ging jij zaterdag in actie van, hey, hoe zit het eigenlijk met onze eigen omgeving? Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik had sowieso inderdaad, wat jij gaf dat toen ook aan, van hey, we zijn natuurlijk nu zelf een target, want Revol is wel echt een club om op te letten. En toen was ik eigenlijk gewoon nieuwsgierig geworden van wat is dat dan eigenlijk voor groep en op welke manier moeten wij er dan op letten? Wat voor middelen staan zij onbekend om in te zetten? Dus toen heb ik een kleine threat analysis, zoals dat zo mooi heet, gedaan. Dus ik ben gewoon gaan kijken, eigenlijk heel simpel, met MITRE en andere OSINT middelen, open source intelligence.
wat ik kon vinden over die groep. En dan merk je wel dat de meeste informatie is over hun modus operandi op het moment dat zij een aanval doen waar ze geld, hè, ransomware, dat soort dingen. En eigenlijk niet zozeer op groepen of organisaties zoals wij om ze kwaad te doen. Dus dat was wel puzzelen. En wat ik heb gedaan is, ik ben gaan kijken in onze eigen logfiles of ik kon vinden of er ergens signalen of bewijs was dat er via ons die kwetsbaarheden waren gelekt. Ja. Ja, en dat is ook wel een CISO doet. Of tenminste, eigenlijk zit je daar al voor, dat logging, dat goed geregeld is. Ja. Dat als er iets gebeurt, dat je dat meteen ziet. En inderdaad, zo'n threat analysis. Je had een mooi rapport gemaakt, het stond vol met technische termen. Dat was ook wel grappig, dat weet je geloof ik niet eens. Maar toen moest Victor naar Nieuwsuur. En bij Nieuwsuur wilden ze het vooral hebben van, ja, die Reveal, wie zijn dat dan? Hè? We hadden helemaal geen zin om erover te praten, dus dan heb ik een jouw rapport gestuurd. Ja, ik heb hem wel iets bijgewerkt, want er stond wat vertrouwelijke DVD-spul in. Dat heb ik er wel eerst uitgehaald. Kijk, dat is de ware CISO. Maar toen hield Niels hier meteen op. Die zeiden, toen waren we er vanaf. Dus dat heeft wel geholpen. Dus dat is een moment. Maar natuurlijk ook bij het project waar Casper en Frank en anderen nu mee bezig zijn. Eigen infra. Want vooralsnog hadden we bij DVD eigenlijk alles in de cloud staan. Nou, zoals we weten, cloud is altijd veilig. Ja, altijd. Nee, het is wel heel anders wanneer je eigen spullen hebt en cloud. Dus hoe kijk jij er tegenaan dat we nu een eigen AS aan het bouwen zijn, in eerste instantie om te scannen, maar misschien ook wel eigen servers gaan krijgen om daar onze eigen spullen op te zetten? Vind je dat heel spannend of denk je nou, hè, eindelijk? Het leuke, een van de uitdagingen bij DIVD vond ik voor mij, ik kom van een overheidsorganisatie natuurlijk vandaan, ACM is een toezichthouder. En daar is cloud nog iets om echt heel voorzichtig mee om te gaan. Natuurlijk, vertrouwelijke data van burgers wil je niet zomaar op andermans hardware hebben staan. Oh, dus die doen het juist niet? Die doen het juist niet. En dat vond ik interessant aan DIVD, dat ik daar juist CISO ben van een organisatie die juist meer cloud tenzij heeft. Vanwege natuurlijk het feit dat het een stichting is. En we hebben tot nu toe hadden we geen eigen infra, dus je hebt ook weinig keus dan. Ja. Dus ik heb heel veel ervaring en kennis op kunnen doen op die manier, wat ik weer mee kan nemen naar ACM. En wat vind ik ervan dat we nu eigen infra krijgen? Ja, ik ben er heel blij mee, omdat je nu een keuze hebt. Dus waar je voorheen soms vast zat aan een cloud provider of een clouddienst, omdat we geen eigen infra hadden, kan je nu echt een risicoafweging maken en zeggen, nou, dit is te risicovol om in een cloudomgeving op te laten staan. Dus dat zetten we op onze eigen infra dingen als Identity en Access Management is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Dat wil je toch vaak meer op je eigen infra hebben. Dingen als bestandsdelen, platforms. Ja, WeTransfer is dan toch niet zo lekker. Nee, dus dan heb je liever iets wat je op je eigen infra kan neerzetten. Wat niet betekent dat we nou ineens alles op eigen infra willen hebben. Want het is niet zo dat on-premise nou per definitie veiliger is dan cloud. Alleen de risico's zijn anders. Ja. En dus kan je in dit geval kan je een betere afweging maken, denk ik. Want je hebt een keuze. Ja. Nee, wat dan ook wel weer grappig is, van toen we mee begonnen met DVD. Ja, we moesten gewoon tering veel serverruimte hebben om al die mails te verstoken en al die data. En toen hebben we toch de keuze genomen van Google, die kwam naar ons toe. Die zei, nou, jullie krijgen onbeperkt G Suite. Nou, hartstikke mooi. Google is ook super, super goed beveiligd en weet ik het wat allemaal. Nou, het kostte niks. Maar ja, toen zei hij, ja, wat voor gebruikersovereenkomst hebben we eigenlijk met hun? Geen idee. En toen heb je dus al die gebruikersovereenkomst, bijvoorbeeld ook met Azure en weet ik het wat we allemaal shit we hebben. Ja. Allemaal naar elkaar gaan leggen van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, wij staan daar niet bij stil. Jij wel, dat, van met wie je eigenlijk in zee gaat. Nou ja, de locatie let ik wel altijd op. Ja. Eigenlijk het maakt niet uit voor wie ik werk of wat voor opdracht. Ik let wel altijd op de locatie en die probeer ik wel altijd zo dicht mogelijk bij de afnemer te leggen. Dus okay, is het een Duits bedrijf, dan zet ik het liever in Frankfurt dan in Nederland en andersom, zeg maar. Dat wel, maar Fleur heeft er een stuk meer onderzoek naar gedaan dan ik. Ja, ja. Ja. Maar ze kijkt wel mee met wat je daar net direct plaatst en als het op een gegeven moment straks gaat leven. Ja, nou, tenminste, mijn ervaring met CISO's in het algemeen is dat ze niet per se bovenop je schouder gaan zitten wanneer je de spullen installeert. Gek genoeg, hè, in mijn dagelijks werk ben ik security engineer, dus ik weet een beetje wat de CISO van me wil.
En dat werkt bij Fleur denk ik volgens mij tot nu toe ook wel goed. Want zij heel vaak vertel ik haar al wat ze wil voordat ze mij vraagt wat ze wil. Oh, okay. Dus ja. Je leert elkaar op een gegeven moment een beetje kennen. En je weet van nou, dit hebben we nodig, dat hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen. En als echt een keer de pleuris uitbreekt. Ja. En de boel, we worden gehackt. Of wat met Kaseya gebeurde, die exploit, is iets mee aan de hand. Dan ga je gewoon terugrekenen en denken van... Hoe kunnen we erachter komen of daar vanuit ons iets aan de hand is geweest? Ja. Dus ja. Je gaat daar gewoon allemaal scenario's op loslaten. En daar bouw je je werk omheen. Dat is ook hoe het eigenlijk moet, hè, met een CISO. Je ziet te veel organisaties waarbij vooral developers heel enthousiast bezig zijn. Van alles met elkaar knutselen of dingen kopen. En oh ja, dan moet dat nog langs de CISO. Die gaat farceuren. Ja. Idealiter ben je van begin af aan al betrokken. Zodat je de vereisten, de requirements, dat je ook daarnaar kijkt. En omgekeerd dat als iemand met een spannend project begint. Dat ze eerst bij jou komen van hey, hoe gaan we dit eigenlijk inregelen. Ja, kan ik dat zo zien? Design heet dat dan. Hè? Ja. Ja. En in die zin maakt een CISO het werk juist makkelijker in plaats van dat het een lastige sluitpost is. Ja, want het is als je. Het is een beetje. Ik vergelijk het graag met een huis beveiligen. Dus wat je kan doen is eerst een huis bouwen en daarna iemand bellen en zeggen: beveilig het even. En als je dan een heleboel ramen erin hebt gebouwd en een hoop deuren die allemaal van glas zijn. En dan heb je een stuk meer werk om het veilig te krijgen dan als je nou van tevoren iemand. Die ik verstand had van beveiliging bij jouw ontwerp van je huis had betrokken. Ja. Dan heb je waarschijnlijk aan het einde een veel veiliger huis. Wat ook nog eens veel meer voldoet aan je wensen. Want anders krijg je een huis waar alle ramen afgeplakt zitten. En waar alle deuren constant op slot zitten. Want ja, is niet veilig. Ja. Dus dat is een beetje hoe ik het meestal vergelijk. Van als je me van begin af aan meeneemt, heb je eigenlijk een betere kans op het resultaat wat je wil. Dan is security een stuk makkelijker en waarschijnlijk ook een stuk leuker. Want geldt voor jou ook dat je soms bij DVD iets meer ruimte hebt om andere dingen te doen dan bij je officiële werk? Of is het alleen maar lastiger? Nee, ik heb meer ruimte om te doen wat ik wil en ik word veel meer betrokken bij belangrijke beslissingen. Dus dat is heel verfrissend, laat ik het zo zeggen. En ik hoef DVD'ers nooit uit te leggen waarom iets belangrijk is. Dat is waar. Ja. Ik moet hoogstens ze een beetje streng aankijken en dat ze dan een beetje naar beneden kijken en denken, ja, dit was eigenlijk niet zo'n goed idee van mezelf. En dat is meestal het maximale. Ik hoef nooit mijn stem te verheffen bij DVD. Als ik alleen maar even hoef te wijzen van, vinden we dat nou echt een goed idee, dan ben ik er meestal al. Dat hoef je in je dagelijks leven niet altijd te proberen. Nee. Oeh, yeah. Ja. Op dat moment. Oeh, yeah. Ja. Hey, toch nog even over je andere werk bij ACM. Want ja, het thema is gelekt. En wat mij opviel aan veel recente lekken, noem bijvoorbeeld Facebook. Hè, er waren 5,2 miljoen gebruikersnamen, je relatiestatus en dat soort dingen gelekt. Maar dus ook geordend naar 06-nummers. Dan ging ik toch een beetje denken van wat kun je daar nou mee met een 06-nummer? En het lastige is natuurlijk, je verandert dat ook niet zo snel. Maar toen kwam ik erachter dat die worden dus uitgegeven door het ACM. Klopt, alle Nederlandse telefoonnummers. Nou, ze worden niet uit. Ja, het is maar net wat je uitgeeft. Maar die bepalen de... Dus dit is trouwens wel iets wat niet met mijn dagelijks werk bij de ACM te maken heeft. Hè? Dus als ik het fout zeg, dan sorry ACM. Nee, we zijn toezichthouder op telefonie en we beheren inderdaad telefoonnummers. We zijn de oude Opta. Maar dat klinkt alsof wij daarover gaan, maar wij delen ze uit aan providers, KPN, Vodafone, noem maar op. En die geven ze weer aan hun abonnees. Ja. Nee, waar ik een beetje naar zoek is van als je dus van die 06 scams krijgt, ja, dat moet dus vanaf een ander telefoonnummer. En als het een buitenlands telefoonnummer is die van moet even geld, ja, dan weet je van nee, dit klopt niet. Maar als het een ander 06-nummer is dat zich voordoet als een betrouwbaar persoon, dan trap je er sneller in. Maar dan is er dus wel een mechanisme dat als er vanaf een bepaald 06-nummer heel veel gescamd wordt, dat het uit de lucht getrokken wordt door jullie of is dat de provider of wie gaat daar eigenlijk over? Dat moet echt de politie in samenwerking met een provider doen. Dat doet niet de ACM in principe, nee. Oké. Okay. Want, wat kun je daar, dus even helemaal los van je weg, wat kun je met een 06-nummer volgens jou?
Nou, je kan er inderdaad, dus als je een 06-nummer buit hebt gemaakt, bijvoorbeeld via een WhatsApp-hack, kan je andere mensen van diegene bekende benaderen om inderdaad fraude mee te plegen. De inmiddels fameuze je zoon of dochter, waarvan je niet wist dat je die had, die plotseling in geldnood is. Of nou, een collega die zogenaamd geld nodig heeft, noem maar op. Dus dat kan je ermee. Je kan er allerlei abonnementsdiensten eventueel mee afsluiten die op 06-nummer gaan. Maar het risico met dit soort datalekken zit hem eigenlijk vooral in de combinatie van dingen. Dus hoe meer gegevens je rondom een 06-nummer hebt, hoe meer je ermee kan. Heb je een geboortedatum van iemand, kan je vaak al een SIM-swap aanval doen. Want je kan de provider bellen, beweren dat jij die persoon bent. En dan vragen ze ter verificatie je geboortedatum. Ja. Nou, als je die mee hebt buitgemaakt uit een database met het 06-nummer, dan kan je dus al vrij beweren diegene te zijn. Een nieuwe SIM-kaart aanvragen en hop, je hebt diegene zijn SIM-kaart. En je kan daar weer mee twee-factor authenticatie omzeilen als die op sms gebaseerd is. Dus het is een soort sneeuwbaleffect. En hoe meer gegevens je rondom een bepaald persoon hebt, hoe meer misbruik je ervan kan maken eigenlijk. Ja. Oké, en daarom is het ook zo belangrijk natuurlijk. Nou, daar gaan we straks met Jan over praten, hoe allerlei persoonsgegevens op grote schaal gelekt worden via LDAP. Kasper, voordat je weggaat, heb je nog spannende projecten op de rol staan waar Fleur vanaf moet weten? Of, Volgens mij is Fleur van alles op de hoogte. Ja? Ja, okay. Ik denk het wel. En anders, je hebt het gehoord, hè, dan worden we op het matje geroepen en dan worden we streng aangekeken. Dus ja. Daar zit niemand op te wachten. Hey, en als we straks met de Academy jongeren hebben die willen weten hoe een AS, BGP, dat soort dingen werken, dan ben jij erbij. Ja, ja, nou, aan de mensen die kijken, hier komt sowieso nog een vervolg op. Dus we gaan later de inrichting nog verder bespreken. Hoe richt je dit nou in? Zowel qua performance, hoe scan je het hele internet in een paar uurtjes? Hoe kun je dat zo goed mogelijk doen? En hoe richt je dat eigenlijk veilig in een organisatie zoals die van ons? Ja, ja. Dus mensen thuis, wordt u gescand vanaf 50559? Dan zijn wij het, de good guys. En nou, dankzij Kasper. Ja, dankjewel. Zet ons op de whitelist. Zet ons op de whitelist. Dankjewel, Kasper Kuiper. Nou, nog even een stukje muziek. Blijf gewoon lekker meekletsen op Twitter en al dat soort dingen. Straks gaan we dus hebben over 145.000 open directories via LDAP. En nou, een beetje op tempo, stukje ska. Wil jij nou wat drinken, Fleur? Ik ga wel even wat drinken. We gaan even naar de bar. Even een lekker dansnummertje. Oké, tot zo. We'll be right back.
Ja, dankjewel. Ja, heerlijk, ska-muziek. Nou, heb je ook nog meegemaakt, hè Jan, die tijd. Ja, zeker. Echt een hele revival. Goed. Ja, even voor de mensen, je mag ook tijdens het praten naar de bar, hoor. Het hoeft niet dat je tijdens de muziek... Ik kan nou gewoon een drankje doen. Jan Los. Op Twitter ook wel Losbol. En ja, nieuwe onderzoeker bij DVD. Sinds kort ook algemeen bestuurslid. Ja. Top. Je bent toch een beetje een people's manager in IT. Gewoon een beetje typische achtergrond zoals hackers. Dat niet heel uitgebreid opgeleid, maar ontzettend veel ervaring. 40 jaar al in de IT. Soms ook moest je gewoon in het vliegtuig gegooid worden om naar de andere kant van de wereld dingen draaiende te houden. Klopt. Met die 40, dat klopt niet? Nee, die 40 klopt niet. Dat is een beetje overdreven. Oh, oké. 35, ja. Vooruit. We halen hem eraf, ja. Nou, kijk, jij was natuurlijk ook al als kind op... Een Sinclair mee. Was dat toen? Of een, nee, dat viel mij eigenlijk. Want ik had eigenlijk eerst best wel een aversie wegens computers. Het zijn ook kutdingen, toch? Maar ja, toen ging ik stage lopen en toen kreeg ik daar te maken met de 68.000 processen. Nou, dat is echt al heel lang geleden. Toen zag ik, ja, ik kan toch wel hele... grappige dingen meedoen. Dus toen ben ik wel een beetje aan de gang gegaan. Ja. Als eerste met een Apple II compatible. Dus dat is echt al oertijd. Ja, ja. Dat is allemaal meegemaakt. Nou, nu als audio ICT en hou je bezig met het inrichten van netwerken en service en cloudomgevingen. Ja. Bij partners, nou, tot ongeveer 100 werkplekken. Ja. Want als het groter wordt, dan krijg je een heel andere dynamiek. Ja. Dus vooral MKB. En nou, een aantal maanden geleden kwam jij bij ons met de vraag... Van ja, ik heb heel veel open directories gevonden via LDAP. Nou, voor de mensen thuis, hoe ziet zoiets eruit? Dit is Shodan. Ja. Dat is een zoekmachine. Daar kan iedereen gewoon naartoe. Shodan.io. En dan typ je een LDAP. En dan krijg je dus... nou, kijk, nu staan er 145.523 IP-adressen. Die laten dus gewoon zien, hier heb je een directory en daar staan soms gebruikersnamen, wachtwoorden, soms staat er niks, maar soms hele spannende informatie. Ja. Dan liep je in grasduinen en je dacht van ja, hoe kan dit? Maar eerst even een stapje terug. LDAP, wat is dat? Nou, LDAP is een protocol om directories te benaderen. Eigenlijk is dat het. Je hebt allerlei soorten directories. Je hebt de vroegere Novell directory, maar je hebt ook de Windows directory, de Active Directory Service. Die zijn eigenlijk allemaal via LDAP te bereiken, maar je hebt ook de IBM directory. God weet niet wat voor directories dat je hebt. Ja. Ja. En dan zie je dus gebruikersnamen, telefoonnummer, ja, dat adressen, van alles. Maar hoe kan het nou dat gewoon open staat aan het internet? Ja. Heeft hun CISO zitten slapen of zo? Ja, ze lopen wel denken. Ja. Nou, dat is echt niet zo moeilijk, toch? Nou, dat is moeilijker dan je denkt. Want er is heel veel shadow IT in de wereld sowieso. Hoe oude meuk dit? Nou ja, LDAP is wel wat ouder, maar het wordt nog steeds wel gebruikt. En er is op zich niet zo heel veel mis mee om het te gebruiken. Alleen, je hebt als CISO natuurlijk, wat net door Casper ook al werd gezegd, je zit niet de hele dag over je beheerders hun schouder te kijken wat ze nou weer in de mer aan het pluggen zijn. Het kan best zijn dat ze iets op een manier verkeerd geconfigureerd hebben. Ja, en ik zit niet de hele dag in show dan mijn hele IP-range af te scannen. Nee. Dus dat zie je niet meteen, nee. En dat zie je pas als jij de moeite neemt om er naar te kijken. Maar wat is jouw verklaring dat dit gewoon zo open en bloot op het internet staat? Nou, eigenlijk wat ik heel veel terugkrijg, als je überhaupt wat terugkrijgt, want dat is eigenlijk best wel een beetje de frustratie af en toe. Ja, het was een testsysteem. Oh ja, we hebben het even opengezet voor test. Oh, het hoort er helemaal niet aan. Of variërend van, zoals ik van de week kreeg. Het is oude data. Ja. En toen viel ik even van mijn stoel. Het was echt een oude directory van een IT-dienstverlener. En daar zat van al hun klanten. Het leek op de Active Directory structuur. Ik heb het niet bewaard, het is nu van het internet af. Maar ja, ik vond het wel heel nonchalant te reageren. Ja, want we hebben het dan over bijna 150.000 IP-adressen. Maar achter zo'n IP-adres, daar heb je dus gewoon... ontzettend veel persoonsgegevens. Hè? Ik ben sommige, ja, sommige wel, hè? Niet alle 150.000. Nee, maar bij sommige staat er best heel veel op één adres. Ja, ik heb er ook een paar bekeken, van wat jij deed. Nou, toen vonden we een groot drieletterig IT-bedrijf, zullen we het maar even zo zeggen. Ja. Met
Ja, allemaal weet je wel, namen, adressen, telefoonnummers. Ja. En dat bleek een bedrijf te zijn wat ze hadden opgekocht. Klopt. Maar die mensen, die bestaan nog steeds. Ja, dat zie je ook vaak. Ik had het ook bij een tweeletterig IT-bedrijf. Ja. Die een ander drieletterig IT-bedrijf in Australië overgenomen hadden. En er stond ook zo'n dergelijk iets open nog. En ja, het is nonchalance eigenlijk. Ja. En ik herken het wel, hè, want ja, hoe vaak vergeet... Ja, jij woont in Rotterdam, maar ik vergeet wel eens mijn achterdeur op slot doen als we een rondje met de hond gaan doen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ik woon in het centrum, dus dat doen we niet. Nee, dat is niet zo handig. Dus dat, maar iedereen overkomt dat. En dan moet je eigenlijk een fox hebben die daar bovenop zit toch elke keer. Van, joh, heb je dit gedaan? Heb je dat gecontroleerd? Procedures. En die op zijn minst fatsoenlijk reageert als je het kon melden natuurlijk. Ja, en die dan die het serieus neemt en toch iets anders reageert dan de reacties die jij hebt gekregen. Ja. Maar dat verbaast me, die reacties. Ik had je ook nog een screenshot gestuurd van iemand. Ja, het komt steeds voorbij. We vluggen af en toe van die reacties van, in. En dan zie je dus van gewoon een korte reactie op Jan zijn melding. En dan zie je zo van... Sissa was dat, van I want to know everything about it. Nou, ik heb die man ook even met een videocall, die was van Sissa, dus dat is de Amerikaanse overheidsinstantie. En ja, SSC. En een heel leuk gesprek mee gehad. En nog eens gevraagd aan hem, hoe staat het dan? Maar heb je nog wat dingen kunnen doen? Want er staan best wel wat dingen open, dat ik dacht van nou, maar niks meer gehoord. Nee. Dat is dan ook wel heel bijzonder. Ja. Want het zijn gebruikersgegevens, soms ook met wachtwoorden erin. Soms met wachtwoorden, soms met geheiste wachtwoorden, telefoonnummers, 06-nummers, alternatieve e-mailadressen. Ja, je kan ze gek niet bedenken. Ja. Alles staat erin, dus het zijn directories. Nou, toen ben je dat, ik zou maar zeggen, één voor één gaan doen. Bij bijna 150.000, dan ben je nog wel even bezig. Ja. Dus de volgende stap die we willen gaan nemen, dat moet nog gebeuren. Ja, hè? Dat we dat via DVD-C-soort gaan opschalen. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, we moeten nog een manier vinden om het automatisch eruit te vissen. Want zoals gezegd, er zijn heel veel directories, maar er zijn maar weinig waar echt wat in zit. Tenminste weinig, maar ik denk 10% misschien. En dan zit dat ook allemaal nog eens op een ander plekje. Dus dat is niet echt uniformiteit. Dus ik denk dat het zoekwerk gewoon handmatig wordt. En dat we dan toch met een soort e-mailbot of iets die mensen gaan waarschuwen. Ja. Nee, want in aanloop naar dit programma te handelen trouwens. Ten eerste had je zoiets van, misschien moet je dat LDAP niet noemen. Want we laten wel zien, die mensen zijn kwetsbaar. Ja. Dus vanaf nu weet iedereen, als je op Shodan daarnaar zoekt, dan kun je leuke dingen vinden. Ja, absoluut. Mijn positie was eerder... er wordt al gemeld, mensen zouden dit moeten weten. En feitelijk hack je niet. Nee. Je gaat gewoon het internet op en je kijkt wat er staat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je, ik zal maar zeggen, Google Street View bekijkt. Je loopt door de straat, je ziet adressen, je ziet een voorgevel. Kijk, het wordt wat anders als je echt voor het huis gaat staan en naar binnen gaat zitten kijken en dingen opschrijven of naar binnen loopt. Dat doe je niet. Eigenlijk rij je er gewoon langs. Je ziet, hier staan de ramen open, daar zijn mensen. Dat... Ja, dat is wel een beetje, vind ik. Kijk, je weet sowieso... Je kijkt toch iets achter de voordeur. Maar je weet sowieso dat die gegevens, die horen niet aan het internet te hangen. Tenminste, de meeste niet dan. Het is wel een beetje... We hebben het erover gehad van tevoren inderdaad. Ja. Dat we proberen zo... Jan probeert zo min mogelijk data te bekijken... waarmee hij kan identificeren, dat is eigenlijk alleen maar het doel, het identificeren van de slachtoffers. Ja. Dus Jan gaat niet meer data downloaden dan dat hij echt nodig heeft. Nee, dat is inderdaad, als je een individu bekijkt, hè, dan kun je wel zeggen van ik zie je een lijst met gebruikersgegevens, met die headers, of je neemt één gebruiker eruit. Hè, dat is de ethische grens voor hackers. Maar ik bedoel meer het disclose hier. Ik kan wel vertellen, je kunt naar Shodan. Je typt LDAP in, je ziet 150 IP-adressen. Maar jij doet er nog een trucje achteraan om te kijken, staat er ook echt wat waardevols? Ja. En dat trucje vertellen we je natuurlijk niet. Nee. Want dan ga je de bad guys op een idee brengen om binnen die 150.000 net die 50 eruit te halen waar wat te halen valt. Dat doen we dan dus niet. Hè? Dat is een beetje ethische grens, toch? Ja, dat is heel goed, Dus Google Street View, maar niet een volledig search engine. De Duitse Google Street View, zeg maar even. We blurren de ramen en de kentekens en zo. Ja, inderdaad. Zo kunnen we het wel zeggen. Ja, zeker. Ja. Oké, goed. Hartstikke mooi. Wanneer ben je tevreden als dit doorzet? We kunnen niet alle 150.000 LDAP-dingen van het internet krijgen, maar...
Nou, ja, voor mezelf is dat nu al een aardige tevredenheid. Je hebt leuke reactie, je hebt minder leuke reactie. Je hebt de reactie die ik net zei. Echt, er stond echt een bak data. En ja, dan zo'n scheidreactie, om het zo maar eens even te zeggen. Dan denk ik, ja, weet je, veel meer is er niet. Maar ja, ik denk dat we toch even ons best moeten doen om zoveel mogelijk van de pareltjes nog te waarschuwen. En, ik vroeg er net nog even aan je van, joh, heb jij kennis daar en daar? Nou, toen hoorde ik Frans zeggen, ja, via Ferm. Nou, ja. Prima. Ja, inderdaad. Ja, we hebben iets gevonden in de haven wat open staat. Ja. Dus mensen van Ferm, als jullie kijken, herinner me er even aan dat ik het doorgeef. Nee, want dat is soms lastig om de juiste personen te vinden. Dat bij sommige bedrijven makkelijk, bij sommige moeilijk. Maar. Nou, een van de trucs die we nu gaan toepassen is dat, dat is ook vanuit informatiebeveiliging bedacht, dat iedere case heeft een case lead, kan erin en wijst onderzoekers aan, die mogen erin. Maar we hebben ook research level 1, daar kan iedereen in, heb je niks te doen, dan kun je er een beetje gras duinen. Daar gaat je onderzoek ook in, dus de nieuwe onderzoekers kunnen gewoon kijken van, hé, er zit een bekende bij, hartstikke leuk, stuur even een mailtje, jij staat daar en daarin. Nee, maar dat zo moet ik gaan doen. Gewoon nog een prijs schieten is dat. Ja. Dat is lachen, ja. Dus, goed, en ook voor jou geldt, je was al bezig met het onderzoek. Toen kwam je bij ons en zeiden, nou, daar kunnen we best wat mee doen. Maar dan krijg je meteen een t-shirt en dan ga je meehelpen ook. Ja. Wat voor andere dingen lijkt je leuk om te gaan doen bij David? Ja, nou, ik vind toch wel die open data aan het internet vind ik heel fascinerend. We pas weer een lead binnen gehad voor industriële systemen. Ik heb zelf ook wel eens gekeken naar Async, wat gewoon open en bloot aan het internet ligt. Misschien kunnen we daar nog wat mee doen. Dat open internet is best wel hot en dan hoef je helemaal niet te hacken. Nee, je kan gewoon kijken wat hangt daar. Ja. Vooral met Shodan? Ja, Shodan of zelfs kennen. We hebben straks een prachtige server. Dus, dat allemaal zelf doen. Ja. Nee, vooral die industriële controlesystemen, dat is ook een beetje mijn persoonlijke affiniteit. Hè. Dus allerlei pompjes, regelaars en toestanden. Open bloot aan het internet, kun je vinden. Kun je aan- en uitzetten, nee, moet je niet doen. Maar. Nee. Dat soort dingen. Soms jeukt het wel. Dan ga ik weer heel boos kijken, inderdaad. Ja. Maar hoe zit het eigenlijk bij CISO's? Want Chief Information Security Officer, maar als je het hebt over fysieke veiligheid, die door IT in gevaar komt, dat hebben we bijvoorbeeld bij industriële systemen, gebouwverwarming. Ja. Je kan een brug open en dicht gooien en dat soort dingen. Valt dat ook onder een CISO? Of hebben daar andere mensen voor? Het ligt eraan of dat ook risico vormt voor je servers of voor je archivering. Want wat wel vaak is, wat mensen niet meteen doorhebben, is informatiebeveiliging gaat over meer dan ICT. Dus het gaat ook over informatie die mensen uitwisselen in gewoon gesprekken met elkaar in een restaurant. Daar gaat een CISO eigenlijk ook over, of geschreven informatie, dat soort dingen. Maar echt fysieke veiligheid van mensen, nee, dat is dan net weer buiten mijn werkveld. Maar de veiligheid van je systemen waar informatie op staat, zoals je serverruimte en zo, daar moet je wel mede zorg dragen dat er voldoende brandwering is, dat het niet onder NAP is, je serverruimte, nou, dat soort dingen. Dan zullen jullie daar niet meer lastig vallen, maar dit onderzoek wel, daarom dacht ik ook, blijf er nog even bij. Heb je nog een gouden tip aan Jan, dat als je zo'n groot bedrijf ziet met heel veel persoonsgegevens en niemand reageert, zou dit dan naar de CISO moeten? Of een andere ingang? Of gewoon een van die mensen opbellen van, hé, ik zie je openbloot op het internet. Wat zou jouw gouden tip zijn voor Jan om dit aan te pakken? Nou, Jan is heel ervaren, dus die kent de meeste manieren wel. Dus ik hoef Jan geen tips meer te geven. Maar men in het algemeen kan ik wel inderdaad adviseren om te kijken, heeft een organisatie een responsible disclosure beleid of een coordinated vulnerability disclosure beleid? Nou, dat hebben ze helaas niet allemaal. Ja. Wij wel, overigens, bij DVD, ja, dus dat is fijn. Heb ik voor gezorgd. Een van de eerste dingen, inderdaad. Dat was trouwens wel super gênant. De eerste dingen die zeiden, jullie doen aan coordinated vulnerability disclosure, maar als jullie nou lek zijn, waar melden ze dat dan? Ze weten ons wel te vinden. Ja, niet dus. Dus ja, dat, bij ons kan het wel, maar niet overal. En dan, de meeste hackers gaan dan wel kijken op een LinkedIn welke medewerkers zij kunnen vinden die een security gerelateerde rol hebben. En vaak vind je daar wel een luisterend oor. Maar zelden zijn ook genoeg CISO's die het niet snappen en die ook verkeerd reageren. Dus het is maar net wie je treft eigenlijk. En het is ook een beetje de organisatiecultuur. Staan ze ervoor open? Of zijn ze een beetje ouderwets en proberen ze het allemaal af te dekken en af te houden? Dat hangt er vanaf. Nou, en dat geldt natuurlijk juist voor deze. Want als je dit soort spullen open hebt staan, dan ben je er eigenlijk al niet zo mee bezig.
En dan komt er ook nog eens iemand ongevraagd zeuren van, hey, je ramen staan open. Ja. Dat, dus we, ja, we zien echt een beetje het afvoerputje van het internet. Hè? Ja, oké. Okay. Goed. Hey Fleur, voor jou zit het erop. Ja. Hoe lang moet je nog? Ik moet nog best wel lang. Ergens, het hopelijk tot maart. Dus, maar omdat het er twee zijn, ik ben nog niet eens op de helft. Dus, oh, okay. Nou, goede timing dat ik er nu ben in ieder geval. Ja. Nu hoef ik niet tegen de muur aan te staan nog. Ja, we zorgen voor zwarte rompetjes met een geel logootje erop. En ik had een suggestie voor de naam. Je noemt de ene noem je D en de andere noem je VD. Ja. Ja? Dat zijn wel leuke namen. Ik hoef niet meer na te denken, dankjewel. Goed. Nee, heel veel succes. We leven met je mee. Dankjewel. Fleur van Leusden. Nou, het volgende nummer van Bruno en Philip moet ik eigenlijk even inleiden. Want, hoe heet het? Ja, ze spelen gewoon waar ik zin in heb. Dus een beetje mijn smaak waar jullie de hele avond aan zitten te luisteren. Maar Jan, die kwam zelf met een verzoekje. Jij zei, ja, dat War of the Worlds van John Wayne. Misschien kennen jullie dat nog wel. Dat was vroeger zo'n radioprogramma. Mensen gingen het echt geloven en dachten van, oh, de mensen uit Mars komen. Hè, en dan hoor je op een gegeven moment ook de zin van... The chances of anything coming from Mars are a million to one, they say. En dan uiteindelijk, but still they come. Nou, die grote spinnen zien dan lopen en zo. Vond hij leuk? Ja, je kan een zanger worden. Ja? Oké, dan moet je even loopen dan. Nee, ik ga niet zingen hoor. Nee, voor de mensen die nu echt afhaken. Ik kan heel goed drummen, maar ik kan niet zingen. Nee. Maar toen heb ik gevraagd van, kunnen jullie daar iets op spelen? Maar ja, kijk, John Wayne heeft gewoon een heel orkest. Dus nou ja, dat is het volgende geworden. En de tekst hebben we ook een beetje aangepast. En dat is ook de inleiding meteen voor de laatste spreker. Joris van der Vis gaat het hebben over een ander nieuw onderzoek, namelijk SAP. Take it away, John Wayne. We'll be right back.
chances. Bruno en Philip, geweldig. Ja, dit is ook een beetje jeugdsentiment. Dus ik weet niet voor de jongeren die ziet er wel, is dat nou oude lullen muziek. Maar War of the Worlds, als je hem op Spotify opzoekt, het is echt heel vet. Ja, het is eigenlijk een heel. Dit is niet één nummer, maar het is gewoon een hele show. Goed, dat gezegd hebben. Anything coming from SAP is a million to one, they say, but still it comes. Nou, SAP, daar gaan we het nu over hebben. En het heeft niks met fruit te maken, maar dat staat voor Systemen, Anwendungen und Produkten. En vroeger heette dat Systemen, Analysen und Produkten Entwicklung. Nou, oftewel systemen, applicaties en producten. Dat is dus een Duits bedrijf. Ja, sorry. En heb ik niet bedacht, hè? Nee, maar dat vind ik juist wel leuk. De meeste troep komt uit Amerika. En dit is nou eens een software developer die Europees is en heel groot. Jij hackt dat al sinds 2000, zal ik maar zeggen. Dus je bent SAP Security Expert. Je hebt op een gegeven moment ook een eigen bedrijf opgericht met andere Protect for Us, 10 jaar geleden. Daarnaast doe je ook voor Deloitte veel SAP dingen. Ministerie BZK weer vroeger gewerkt, Defensie, Capgemini. Allemaal SAP. Allemaal, ja. En toen kwam hij dus bij de IVD, omdat jij zelf ook al scande. En voor ons dat eigenlijk heel nieuw is. Hè. We hebben helemaal geen SAP-experts, sterker nog, er zijn er gewoon heel weinig van. Nog even over SAP zelf. Hè. De Enterprise Resource Planning en zo wordt het dan voor gebruikt. Nou, het is net zo groot als Siemens, die kennen we wel. 81.000 medewerkers, 400.000 gebruikers wereldwijd. 27 miljard omzet, 77% van alle transacties wereldwijd. Dat raakt op de een of andere manier SAP. Ja, die getallen heb ik van hem hoor, ik lees het gewoon voor. Sterker, ze komen van de corporate factsheet van SAP zelf. Dus ik heb ze ook niet zelf verzonnen. Ja. Oh, het is misschien wel een beetje aangedikt om te laten zien hoe groot ze zijn. Ja. Maar 99% van de grootste bedrijven hebben allemaal wel iets met SAP. Ja, klopt. Ja. En dat de rijkssalarissen in P-direct gaat ook allemaal via SAP. Dus de situatie die we hier hebben is eigenlijk een beetje net als met iOS. Het is iets wat heel veel gebruikt wordt op belangrijke plekken, maar er is maar een beperkte groep mensen die er echt verstand van heeft om het te maken, laat staan om het te hacken. Dus ja, de meest voor de hand liggende vraag aan jou is, hoe ben je hier ooit in terecht gekomen? Ja, waar is dat misgegaan? Iets nou, met Duitse software? Waar is dat goed gegaan, zou ik juist zeggen? Nou ja, de aanleiding is eigenlijk best gek. Ik heb nooit geweten wat ik wilde worden. Ik heb een opleiding Facility Management gedaan. Ik dacht, dat is lekker breed en dan ben ik klaar en dan weet ik vast wat ik wil. Ja, helaas dus niet. Dus toen ben ik uit pure ellende in een hotel gaan werken. En daar werkte ik eigenlijk aan de verkeerde kant van de bar, want je hoort te zitten waar je drinkt. Maar ik stond drankjes te serveren aan mensen die werkten voor Capgemini. En dat was in 1999. En die zeiden in de tijd van de complete ICT-gekte toen, joh, kom maar solliciteren. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ze hebben je gewoon uit de kroeg getrokken om te gaan programmeren. Ja, precies. Zo is het gekomen. Ja. Ja, zo ben je er ook in. Dat is toch waar je de beste IT'ers vindt, toch niet? Nee, bij mij is het iets anders. Ja. Nee, maar veel mensen, of tenminste niet alle IT'ers, hebben een IT-opleiding. Hè? Dat zie je dan ook maar weer. En zeker bij zo iets, ja, mag wel zeggen, esoterisch iets als SAP. Vervolgens heb jij in die tijd dat je daaraan gewerkt hebt al meer dan 100 kwetsbaarheden gemeld. Dat is echt heel veel. Je staat ook in de top 5 van mensen die de meeste kwetsbaarheden hebben gevonden. Ze hebben dan nog wel een wall of fame. Maar SAP staat er niet echt voor open. Ze hebben niet echt coordinated vulnerability disclosure beleid. Sterker nog, als je iets wil disclosen, dan zeggen ze, haal het eens even lekker uit je hoofd. Hoe is dat gegaan? Want je begon dan aan de developers kwam. Op een gegeven moment vond je steeds meer kwetsbaarheden. Liep je tegen de muur aan of? Hoe dat eigenlijk aan het begin is ontstaan, is omdat ik vanuit de programmeerskant keek onder de motorkap van SAP. En de complete applicatie is eigenlijk geschreven in een bepaalde programmeertaal. Dat heet ABAP, vierde generatietaal. Maar omdat ik het zelf aan het kloppen was en je ook in de code van SAP kan kijken, zag ik op een gegeven moment hele rare dingen. En misschien even goed voor de achtergrond. Dat bedrijf bestaat al sinds 1972. Een groot deel van de SAP-systemen die nu bij klanten draaien, zijn eigenlijk, het grootste deel van die code is ontwikkeld in de jaren 80, 90. Oh, over legacy dus, gesproken, ja. Het is niet moeilijk om daar iets in te vinden. En ik ben er gewoon eens naar gaan kijken zelf en toen zag ik hele rare dingen. Ja, ik ben begonnen met de eerste zaken te melden in 2010, denk ik. Toen was er nog niet echt een proces voor. Inmiddels hebben ze dat redelijk op orde.
Je krijgt er ook niks voor. Ik heb inderdaad meer dan 100 kwetsbaarheden gemeld. Die zijn ook gepatcht netjes. En dat is best wel, want je gaf het net al aan, het is een heel groot bedrijf. Ze hebben 400.000 klanten. Het is een juicy target. Als je daar binnenkomt, het is Kaseya level, next level, zou ik zeggen. Het is echt compleet corporate, wereldwijd, draait op SAP. Vaak weten mensen dat ook niet. Als consument heb je er weinig mee te maken. In het bedrijfsleven kom je het overal tegen. En ik krijg daar helaas niks voor. Ze hebben geen mooie bug bounty programma's. Nee. Het meeste wat ik eraan over heb gehouden is een t-shirt. En het was een t-shirt wat niet eens was voor een kwetsbaarheid. Ik heb iets gemeld. En daarvan zeiden ze, maar dat heeft geen security impact. Het is maar een gewone bug. Dus we kunnen je niet op de Wall of Fame zetten, maar hier heb je een t-shirt, zeg maar. Dat is een beetje het verhaal. Het stond alleen op lousy t-shirt, verder gewoon helemaal geen toelichting. Nou, Duitsers en humor gaat niet zo goed zo. Ik kwets misschien wat mensen, maar ik heb ooit een presentatie gegeven en dat was de titel I hacked SAP and all I got is this lousy t-shirt. En toen kreeg ik een of andere legal dude van SAP op de e-mail. Waarom ben je niet dankbaar? Nou, en die zei, I thought the t-shirt was of pretty decent quality, wasn't it? Is dit, gewoon letterlijk. Oh ja, shit. Ja, wat moet je dan nog? Ja. Nee, voor de duidelijkheid, we zijn dol op Duitsers bij DVD. We gaan graag naar CCC, de Creative Computer Club. Zeker. We zitten hier ook in de Wunderbar. Maar inderdaad, humor, dat is wel een dingetje. Ik vond het heel grappig. Ja, zeker bij hackers. Ja, je moet er gewoon tegen een grap kunnen. En in zo'n serieuze softwarewereld. Wat ik ook begreep is wat bijzonder is aan SAP, is anders dan bijvoorbeeld Microsoft, waar je hebt dan Patch Tuesday, maar inmiddels is iedere dag wel rollen de patches uit. Kun je snel cyclisch doen, iedere keer als je computer opstart, updates, moet je installeren. Ja. Bij SAP werkt het net wat anders, begreep ik. Het is lastig. Patchen bij SAP betekent vaak downtime. Downtime binnen grote corporates is niet gewenst. Ja. Of moet aangevraagd worden maanden van tevoren via change management procedures waar je bang van wordt. Ja. En dat maakt het lastig. Dus typisch SAP-klanten lopen bijna altijd gewoon maanden achter met patches. Nou. Ja, want het is met name enterprise resource planning. Dus het gaat om welke spullen over staat en zo. Het wordt voor zoveel manieren ingezet. Dat kun je niet even uitzetten en weer aan. Nee, het zit soms in de productiekant. Dus hele aansturing van fabrieken kan al vanuit SAP gebeuren. Maar ook complete warehouse, logistieke planning, HR, customer relationship management. Ja, verzin het. Het zit in SAP. Dus als het dan zo lang duurt om te patchen en je vindt een kwetsbaarheid, dan kun je niet zomaar even gaan disclosen. Dus hoe gaat een disclosureproces bij hun? Moet je heel veel NDA's tekenen en maar hopen dat er wat gebeurt? Ik heb niks getekend. Het is wel zo dat er een gentleman's agreement is om sowieso niks te disclosen voordat er een patch is die minimaal 3 maanden oud is. Dus eigenlijk als er een patch is die 3 maanden... Klanten moeten 3 maanden de tijd hebben gehad om patches in te kunnen lezen. Ja. En dan kun je disclosen. Wij doen dat af en toe op onze website vanuit het bedrijf. We proberen terughoudend te zijn met het echt vrijgeven van al te veel technische details. Omdat we juist zien dat zelfs na 3 maanden... heel grote delen van klanten gewoon nog lang niet die patches ingelezen hebben. Nou, toen ben je al eerder eens op gaan scannen. Dat is eigenlijk wat wij bij DVD ook doen. Dat we dus een scan draaien over de hele wereld. Kijken van, hebben ze oude versies, dan ben je kwetsbaar. We sturen een mail. Je hebt een paar rondes gedaan. 2011, 2014, 2017, 2019. De hele IPv4 reeks. Dus met een flinke zware server. 4,2 miljard keer een pingetje van, wie ben jij? Heb jij wat oud staan? Hoe ging dat? Ja, dat is eigenlijk heel lastig. En dat is misschien wel goed om ook even aan te sluiten op het verhaal van eerder vanavond, de eigen AS. Het is fantastisch dat die er is. Want het is nog niet zo makkelijk om het hele internet te scannen. En als je dat als eigen bedrijf wil doen, is er geen partij te vinden eigenlijk die zegt van, hier heb je een machine, ga maar scannen. Je moet eigenlijk of een universiteit zijn. Hè? Universiteiten die kunnen dat wel, die doen dat wel. Maar als je gewoon als bedrijf of particulier naar een internet service provider gaat en je zegt, ik wil graag gaan scannen. Ja, dat laat ze gewoon niet toe vanuit hun policies. Je wordt gewoon van internet afgetrokken. Dus we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij een clubje in een
nucleaire bunker in Zeeland. Dat is de cyberbunker. Ik denk dat sommige mensen hem wel kennen. De cyberbunker. Hij is wel eens in het nieuws geweest. Ja. Dan mag je eigenlijk alles doen behalve kinderporno. Nou, daar houden we ons verre van. Scannen mocht. En zo zijn we in 2011, 2014 inderdaad aan het scannen gegaan. En ja, dat is te gek. En eigenlijk vanuit ook wat jij net vertelde, hè, wat er allemaal aan internet hangt, joh, het is bizar. Ja, maar wat, hoe ging jij ermee om? Als je dan net als Jan zo'n hele lange lijst hebt met adressen van ja, hier is allemaal wat lek. Want de volgende stap, ja. Kon je die ook nemen? En gewoon bulk mails sturen van update, zet hem uit of wat dan ook? Ja, dat is heel lastig, hè, want je moet eerst nog zien te achterhalen ja, van wie is een IP-adres dan? Ja. Nou ja, daar heb je wel met allerlei hoe-is-achtige functionaliteiten kun je dan een stuk verder komen. Wij hebben wel voor een deel geprobeerd dat zelf op te pakken, maar wij zijn een commercieel bedrijf en ja, wij hebben niet als doelstelling om dagen, weken bezig te zijn om klanten te gaan informeren dat hun systemen lek zijn. Los er nog van dat het heel lastig is, begeef je ook nog op een juridisch lastig vlak. Ja, nou, zeker, want als je dat als bedrijf doet, ja. Dan kan het gezien worden als een soort afpersing. Van, hey, je hebt dat, een lek, je hebt ons nodig, ja. Terwijl als stichting, en ja. Dan mag je net wat meer. Hè? Ja, dus we hebben ons er eigenlijk niet aan willen branden. Wat we hebben gedaan is een heel aantal certs in de wereld aangeschreven, per land vaak, van joh, hier hebben we de lijst met IP-adressen vanuit jullie land. Okay. Succes ermee. Dat is in sommige landen best heel goed opgepakt. Wij zijn ook bij het NCSC uitgekomen. Die hebben eigenlijk, wat het standaard verhaal is, heel snel gezegd van ja, leuk, maar daar doen we niks mee, behalve die hele kleine subset van misschien 4, 5, 6, 7 IP-adressen die onder de kritieke infrastructuur vallen. En de rest, ja, helaas, daar doen we helemaal niks mee. Ja. Nee, en bij DVD hebben we inmiddels een heel netwerk van Trusted Information Sharing Partners. Dat we dat kunnen doorzetten. Nou. Iedereen neemt een hap uit de lijst. Dit is onze achterban, die kunnen wij ook melden. Daar zit wel wat aan te komen dan voor ons. Hè? Want eigenlijk zet je hiermee een nieuwe onderzoekslijn in gang. Geen zero days zoals bij Kaseya, want je hebt gewoon vanuit SAP die tijd om de dingen te patchen. Maar heel veel oude meuk die niet gepatcht is, daar kunnen we op gaan scannen en melden. Ja, ja, dat klopt. En dat is, ik denk dat dat heel interessant kan zijn. Ik heb bewust ermee gewacht tot de nieuwe hardware er is. Die is nu de AS is er, de hardware zelf moet nog afgemaakt worden. Maar ja, ik verwacht op niet al te lange termijn daarmee aan de slag te kunnen. En dan, dan te gaan scannen op oude bekende kwetsbaarheden. Ik verwacht daar nog steeds best wel interessante dingen te kunnen vinden. Ook gewoon bij klanten die heel erg achterlopen met patchen. Dat zijn overigens niet altijd bugs die gepatcht moeten worden. Wat je ook heel veel ziet in de SAP-wereld zijn meer inherente oude architectuur flaws. Dus zaken die je eigenlijk moet oplossen door een access control lijst ergens voor te zetten. Of echt dingen te blacklisten. Heel lang SAP is zeg maar. En heel veel klanten die SAP gebruiken hebben dat geïnstalleerd 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. In een tijd dat als je dat installeerde was het inherent onveilig. Alles stond open voor de hele wereld. Handig. Natuurlijk niet. Als je nu een nieuw systeem installeert, staat dat dicht. Alleen grote delen van klanten hebben al die ACL-files, die access control lijsten, gewoon nog volstaan met dikke sterren, waar alles open is. En als dat aan het internet wordt gehangen, dan kan je overal bij. Dat is niet te patchen, dat moet je als klant zelf oplossen. Ja, ja. En daar is gewoon nog een hoop te doen. Goed, voordat we naar de hackdemo's gaan, Jan, heb jij hier nog een vraag over? Wel een opmerking. De eerste melding die ik deed was aan een groot Duitse bedrijf. En dat duurde wel heel even voordat ik ze te pakken kreeg. Maar daarna hadden ze wel heel veel gevoel voor humor. Dus dat bestaat er ook gewoon. Kijk eens aan. Dank je, Jan. Ik weet het. Ja. Het bestaat zeker. Ja. Oké, okay, een culturele vulnerability disclosure. Drummer ook. Duitsers hebben ook humor. Ja, onze drummer is ook Duits. Ja. Philip Ernstig. Ja, met Philip kan ontzettend lachen. Lach is, ja, zie je? Ja, ik kan lachen. Ja. We hebben een lachende Duitser. Hartstikke mooi. Goed. Lieve jonge hackers, de moment you all be waiting for. We gaan een paar korte hackdemo's doen. Niet live, want het gaat altijd mis. Dus het zijn korte filmpjes van mensen zo rond de minuut. Dan zie je een soortje code voorbij komen en dan mag jij de voice-over doen om te vertellen wat hier nou voor de fuck aan de hand is. Met het gevaar dat mensen in slaap gaan vallen, sorry daarvoor. Nee, maar dit is juist leuk. Dit is echt de cyberporn dat je ziet. Hoe werkt dat op codeniveau?
Dus Pleun, als je de MDM Brute Force erin gooit, die is 43 seconden, dus je moet heel snel praten. Nou ja, die valt mee. Ik moet zelf ook even kijken, want ik heb ze alweer een tijdje geleden gestuurd. Ja, dit is inderdaad, ja, dit is een klassieke. Dit is eigenlijk gewoon een MDM, is Master Data Management. Dus een SAP-oplossing die ooit overgenomen is, overgekocht van een ander bedrijf. En daar zitten heel veel zwakke plekken in. Een ervan is dat de administrator users de brute force zijn. Daar zit geen lock op. Dus je kan het zo vaak proberen als je wil, tot je het paswoord vindt. Ja, dit is hoe brute force eruit ziet. Hè? Rechts, heel simpel. Heel veel wachtwoorden proberen. Python script, je gooit al die paswoorden er tegen. En hij komt vanzelf ergens naar voren. Oh, mijn naam achterstevoren, dat is heel, heel slim bedacht. Nou ja, dit soort dingen vind je. De grap is, de reactie van de SAP zelf op deze kwetsbaarheid was van ja, we hebben wel een user account lock, maar dat is alleen op gewone users. Want administrators, als die gelokt zijn, dat is helemaal niet fijn. Dus ze willen helemaal niet dat die gelokt worden. Oh. Ja, ze moeten er wel bij kunnen. Briljant. Ja. En ja, we hebben de mensen gevraagd om een moeilijk wachtwoord te kiezen. Ja. Ze wilden het eerst niet eens fixen, want ze vonden eigenlijk dat het dan alleen maar lastig was voor eindgebruikers. Okay. De volgende, MDM DI Loading, 2 minuten 31. Nou, je kan iets langzamer praten. Dus. Ja, ja. Nou, dit is inderdaad een kwetsbaarheid die ik ontdekte. Ditzelfde systeem, dit is een van de oplossingen van SAP. Daar kun je zonder authenticatie, kun je in de configuratie van dit systeem dingen aanpassen. Het is... ja, bizar, maar waar. En daar wordt onder andere door die applicatieserver een DLL-file geladen om wat cryptografie te doen. Dus als je met HTTPS tegen die server aan praat, moet die server weten waar staan mijn DLL-files om die cryptografie te doen. Nou, dat pad waar die naar kijkt, dat kan je aanpassen. En dan kun je dus naar je eigen crypto sturen die hartstikke brak is. Ja, dan kan je gewoon je eigen DLL-files, die kun je ergens neerzetten. Dan laat je die server dan naar kijken. En dat kun je allemaal aanpassen in die configuratie zonder ook maar enige authenticatie. Mooi. Ja, en dat is eigenlijk, ja goed, ik weet niet waar we zitten in de demo, maar je ziet die straks al ergens voorbij komen. Ik heb er een reverse shell-achtige DLL achter gezet, waardoor je toegang tot het systeem kan krijgen onder de user waar het onder draait. Ga je vingers al jeuken, Jan? Ja, een beetje wel. Alleen, voor dit moet je wel op het systeem zetten, denk ik. Dus dat kan je niet via het internet doen, of soms ook wel. Dit is inderdaad de kwetsbaarheid die... lokaal. Je moet bij die server kunnen, bij de poort waar die configuratie vooral achter zit. Ja. Vaak is dat lokaal op het netwerk, het bedrijfsnetwerk. Ik heb ook wel voorbeelden gezien dat ze dit aan internet hangen. Daarom is het zo interessant om... Ja. Met die eigen AS te kunnen gaan scannen, kunnen we aan internet kijken. Hey, hoeveel van die MDM-systemen hangen er nu daadwerkelijk aan het internet? Leuk. Ja. Pokje erbij, dan kan je laten zien. Dit kan ook. De volgende is MS Be Trusted. 48 seconden. En MS, dat staat voor Message Server. Ja, dit is een hele interessante. Want dit is een kwetsbaarheid in de ABAP-stack van SAP. Dat is het hun eigen meest software. Gebruikte product. Dat hebben ze zelf ontwikkeld. Draait bij honderdduizenden klanten. Daar zit een inherente kwetsbaarheid aan, die ik net al noemde, waardoor je ongeauthenticeerd OS-commandos kan uitvoeren als je een bepaalde access control lijst niet goed beveiligt. Die staat standaard open, die wordt nu door heel veel klanten dichtgezet. Ja. Alleen, daar is een nieuwe workaround voor. Voor een stukje load balancing heb je een message server. Die doet eigenlijk niks anders dan alle users die binnenkomen verdelen over de applicatieservers. En die message server... daar zit een kwetsbaarheid in, waardoor jij jezelf als applicatieserver kan aanmelden. Dus je kan vanaf je eigen laptopje zeggen, hey message server, ik ben een applicatieserver. Ik wil graag ook in die pool van applicatieservers. Ja. Die laat je vervolgens toe en daarna kun je weer die ouderwetse exploit uitvoeren, omdat je in de trusted zone van SAP zelf zit. En ja, dat is eigenlijk een omweg om toch weer oude kwetsbaarheden toch een nieuw leven in te blazen. Wij doen zelf ook penetratietesten vanuit Protect Forest. En dit zijn dingen die we gewoon echt heel veel tegenkomen. Ja, ja, maar want even voordat we verder gaan. Ga je nou gedoe mee krijgen dat we dit gewoon online zetten? Of, nee. Of is dit zo bekend dat hier moet je wel tegen beveiligd zijn? Dit zijn een deel van de kwetsbaarheden. Die twee die je net had, heb ik zelf ontdekt. Dit is iets wat gewoon op GitHub te vinden is. Dit is een publieke exploit. Okay. Dus er is niks illegaals aan. Dit is gewoon een beetje googlen. Python, Be Trusted, 10K Blaze wordt die ook wel genoemd. En het is aan de slag. Prijsschieten, geweldig.
De volgende is SAP Recon. Nou, Recon is natuurlijk een bekende kwetsbaarheid. Het is eigenlijk ook een proof of concept die je laat zien van CVE-220-6287. Dus nog eentje van een jaar oud, zal ik maar zeggen. Dat is redelijk vers. Ja, deze is inderdaad een stuk recenter. Deze is ook niet door mijzelf ontdekt. Dit is een kwetsbaarheid in de Java-stack van SAP. Dat is eigenlijk het tweede meest gebruikte product van SAP. Dat vind je bij elke klant die SAP gebruikt wel. En dit is eigenlijk een kwetsbaarheid waarmee je ook weer zonder authenticatie een administrator user kan aanmaken. Door een bepaalde URL aan te roepen. En vervolgens die user en password kan je gebruiken om in te loggen. En je bent binnen. Dus het is soms echt zo simpel als dat. Ook deze, hier zijn verschillende exploit scripts voor te vinden op GitHub. Ja, dus mocht je iets met SAP doen of mocht je het bij klanten tegenkomen, dit soort zaken als eerste proberen. En dit is een kwetsbaarheid uit juni vorig jaar. Dus je zou zeggen dat is dik meer dan een jaar geleden. Dat is overal gepatcht. Nog steeds bij assessments. Ik denk een kwart tot een derde van de assessments die wij nu doen, komen dit gewoon nog steeds tegen. Ja. Dus om aan te geven hoe langzaam dat soms gaat bij grote corporates. Herkenbaar, hè? Ja, ik snap het ook wel dat het zo langzaam gaat. Want als je natuurlijk ziet wat SAP doet in een bedrijf, ja, dat zit echt tot in de haarvaten. Ja, en dat gooi je niet zomaar even plat of een stukje ervan. Dus dat, ja, maar je wil ook niet gehackt worden. Nou, tot slot nog een klassiekert. Een SQL injection. Hè? Nou, dat kennen de hackers inmiddels wel. Hè? Dat is een database taal, SQL, SQL Query Language. En als je dan direct de database kan bevragen, droptables, dat soort grappen, OR 1 is 1, dan krijgen we daar gezellige spullen uit. Dat kan dus ook bij SAP. Ja, klopt. Dit is al een wat oudere. Hier worden een aantal zaken gecombineerd. Een kwetsbaarheid in een functiemodule, zoals dat heet van SAP. Dat is een stuk code die je remote kan aanroepen. Daar kan je in dit geval een insert doen op de tabel waar de users in zitten. En waarom van die grote letters? Of is dat zodat wij het kunnen lezen? Ik heb deze ooit eerder gemaakt voor een online iets. Dus oké. Het is een stukje hergebruik. Maar ik denk dat het extra goed te lezen is, dus dat scheelt. Ja, handig, ja. En eigenlijk doordat je die SQL injection kan doen in de tabel waar de users staan, kun je ook nieuwe users aanmaken daar. En die vervolgens gebruiken om in te loggen. Ja. Dus het is wederom een voorbeeld hoe makkelijk het soms is. En dit soort kwetsbaarheden, want dat is de grap, hè. Ik ben niet IT geschoold. Ik heb wel geprogrammeerd, maar ik krijg vaak de vraag van, ja, maar je moet toch super slim zijn om dat te vinden. Maar dat hoeft dus vaak helemaal niet. Vaak is het ook gewoon net waar je moet zoeken. Ja, en net iets anders denken. Of gewoon bij alles wat je doet, dus nadenken, hey, hoe kan ik hier nou gebruik of misbruik van maken? Ja. En dat is denk ik een mindset die ook vanuit de Academy aangeleerd wordt, als je dat niet al hebt. Maar dat is voor degene op de Academy die iets met SAP willen gaan doen. Ik wil met liefde hier ook wel eens een keer op induiken. Want zeker. Nou, en ook jonge onderzoekers. Hè. We hebben momenteel even een sollicitatiestop omdat we best wel hard gegroeid zijn. Maar jij zet hiermee eigenlijk een nieuwe onderzoekslijn uit. Hè. Je werkt ook op senior niveau, omdat je zelf ook scans kan draaien. Je weet hoe je proof concept schrijft. Jij hebt heel veel kwetsbaarheden. Dus als er jonge onderzoekers zijn die bekend zijn met SAP, dan kun je aansluiten bij Joris of vanuit DVD. De wereld te redden, ja, hacken voordat de bad guys het doen. Hè? Er is een hoop te doen. Er is heel veel te doen, absoluut. Ja. Ja. Nee, daarom ben ik ook super blij dat je hebt aangesloten bij ons. Ja, doe het graag. Goed, heb jij nog een vraag aan Joris? Nee. Had jij nog een vraag aan Jan over LDAP? Ja, nou, ik was wel benieuwd of je in die set van data ook SAP-systemen tegen bent gekomen. Want nou, dat die praten heel veel met LDAP. Ja, je hebt er misschien niet bewust op gezocht. Ik ben wel directories tegengekomen. Is dat de IBM-directory, geloof ik, heet dat? Ja. Ja, dat zou maar zo ook aan LDAP gekoppeld kunnen zijn. En de eerste kwetsbaarheid, of aan SAP gekoppeld kunnen zijn. En de eerste kwetsbaarheid die ik echt ingebeten heb, ja, dat was een bedrijf. Ik wil geen namen noemen, maar. Oh, dat was die drieletterig. Nee. Vijfletterig. In Duitsland. Die ook in Nederland zitten. Maar dat is een bedrijf met 200.000 medewerkers. En volgens mij gebruiken die SAP in de backend. Ja. Nee, niet Siemens. Ik hoor dat jullie nog wel samen onderzoek kunnen doen. We zouden nog wel eens naar kunnen kijken. Ja. Dus duik daar nog even in. En als SAP losgaat, dan ben je ook van de partij. Goed. Lieve mensen, het zit er weer op. Hacktalk nummer 19. Lesmodule
2, 3 of misschien wel 4 voor de Academy. Ik wil in ieder geval een hartelijk applaus voor Jan Bos en Joris van der Vis. En zoals altijd eindigen we met slecht nieuws, want voorlopig is dit weer de laatste. En we zien wel weer wanneer we weer terug zijn. Het is in ieder geval terug te kijken, dus misschien zit u al een jaar later hier naar te kijken. Is er met DVD nog van alles gebeurd? Of bestaan we niet meer? Of zijn we gigantisch gegroeid? We zullen wel weer zien. In ieder geval hartelijk dank dat jullie er weer bij waren. En ik zie jullie graag weer de volgende keer. Tot ziens. En we eindigen natuurlijk met Bruno en Philip.